Peter, ik heet jou van harte welkom namens ons allemaal voor jouw bijdrage hier over een gelukkig nieuwjaar. Heel erg welkom. Dankjewel, Mieke. Oké. Okay. Ja. Nou, mensen, laten we daar maar mee beginnen. Gelukkig nieuwjaar. Dat is het thema van deze lezing. En nou zouden we kunnen denken, zoveel mensen hier, speciaal misschien voor deze lezing, of speciaal misschien voor de receptie hierachter. Je zou het zomaar kunnen denken. En dan weet ik meteen wie ik dan aan de lijn heb. Maar de Heilige Geest die leidt ons naar beide. Hè. Het is en zowel een inspirerende lezing. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Doet hij het nog? En overvloed bij een mooie receptie. Dus wees van hartelijk welkom dadelijk ook bij de receptie. En ja, een gelukkig nieuwjaar. Wat bedoelen we daarmee? En was het afgelopen jaar een gelukkig nieuwjaar? En als ik zo even rondkijk, dan zie ik als ik die vraag stel... Sommigen zitten te lachen, sommigen hebben wat bedruktere gezichten. Daar gaan we het niet over hebben, was het over het afgelopen jaar, gelukkig nieuwjaar. We gaan ook niet vooruitblikken. Veel interessanter is het nu. Is het niet? Veel interessanter is het, hoe voel je je nu? En voordat we daarmee gaan starten, laten we eerst starten met even een moment van stille tijd. Met een prachtig gebed, helemaal in het begin van het tekstboek. De meesten van jullie kennen het al. Jouw functie, je doet ertoe. Iedereen hier, maar ook iedereen op de wereld, je doet ertoe. En Mieke zei het al heel mooi, om van daaruit te kijken dat iedereen ertoe doet, dan kijk je al voorbij het lichaam, dan kijk je al met de ogen van je hart. Mijn idee zou zijn, laten we beginnen met een moment van stilte. Ik lees het gebedje voor. Als het goed voor je voelt, kun je de ogen sluiten en hoor je gewoon de tekst. En laat het gewoon tot je komen. En je doet ertoe. Want ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Ik ben hier om hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft. Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen. Want hij die mij gezonden heeft, zal mij leiden. Ik ben tevreden daar te zijn waar hij me wenst, wetend dat hij me vergezelt. En ik zal genezen zijn wanneer ik toelaat dat hij mij genezen leert. Je doet ertoe. Want ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn. Je bent niet hier om een beetje behulpzaam te zijn. Je bent hier om werkelijk behulpzaam te zijn. Ik ben hier om liefde te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Geen zorgen. Om wat ik zal zeggen of wat ik moet doen... Want de liefde die mij gezonden heeft, zal mij leiden. Ik ben tevreden daar te zijn waar liefde me wenst, wetend dat liefde me vergezelt. En ik zal genezen zijn wanneer ik toelaat dat liefde mij genezen leert. Je doet ertoe. Oké. Het gebedje. Jullie wel bekend voor de meesten. Stel je voor, daar begin je dag mee. In de ochtend, stille tijd voor jezelf. Wetende dat je ertoe doet. Wetende dat iedereen ertoe doet. Wie je ook maar ontmoet en wie je ook maar denkt. Hoe zou jouw kijk op de wereld zijn als je dat ziet? Dat iedereen zonder uitzondering ertoe doet. Om niet een beetje behulpzaam te zijn in de praktische manier van... hoe de dingen gaan in de wereld, nemen. Je doet ertoe om werkelijk behulpzaam te zijn, door je te herinneren wie ben ik en wie is de zogenaamde ander. Wie ben ik? Hoofdthema van een cursus in wonderen. Wie ben ik? Dit ontdekken we samen, want de weg alleen heeft afgedaan. Je doet ertoe om een gelukkig leven te leiden. Een gelukkig nieuwjaar wil zeggen, elk moment van het nieuwjaar gelukkig zijn, onder alle omstandigheden. Dan zegt de mensheid, dat is niet mogelijk. En de cursus heeft er een radicale andere kijk op. Hij zegt, het is niet alleen mogelijk, dit is wat je bent. Het gaat steeds om identificatie. Het gaat steeds om je werkelijk identificeren met wat je ten diepste bent en wat de zogenaamde ander ook is. We gaan er vanmiddag van proeven. Mijn idee zou zijn dat ik niet alleen aan het woord ben, dat we daar een interactief geheel van maken, dus we doen het samen. Ik voel me gedragen daarbij, dus voel je vrij om ook te spreken, als je wil spreken, vragen in te brengen als je een vraag hebt.
En ook te kijken als je met die nieuwe ogen, die ogen zijn misschien al heel oud ook, want liefde is altijd wat er is, of je met die ogen naar iedereen kunt kijken hier. Je doet ertoe. We zijn begonnen, gelukkig nieuwjaar. En goede voornemens maken we meestal bij het begin van een nieuw jaar. En dan zegt de cursus zo, don't trust your intentions, they are not good enough. Vertrouw niet op je goede voornemens, ze zijn niet goed genoeg, ze zijn niet voldoende. Want gaandeweg de rit zul je merken, je hebt je van alles voorgenomen en alweer hapert er iets. Alweer denk je, het is me weer niet gelukt. En dit is een mooie, de ego-variant om je te beoordelen door het jaar heen. Hé, ik had toch goede voornemens en waarom lukt het weer niet? Steeds de beoordeling, doe ik het goed en doe ik het fout? En je wordt hier uitgenodigd om niet bij goede voornemens stil te staan. Maar de cursus nodigt je uit om één doel nog te hebben in je leven. Eén doel. En, zegt de cursus, dan heb je ook nog het middel om dat doel te verwezenlijken. Dus dat is de eenvoud van de cursus. Met één doel voor ogen, altijd. En het middel om dat doel te verwezenlijken, garandeert succes. En het succes is volmaakt geluk. Dus het doel en het middel. Als je het doel helder hebt, en bij mijn ervaring is, als ik het de mensen vraag, als ze één ding willen in hun leven, komen altijd de antwoorden. We hebben dat vaker hier in de lezingen ook meegemaakt. Innerlijke vrede, geluk, noem maar op, heelheid. Steeds dezelfde dingen. Dit is het doel. Je wil iets wat je al lang hebt. Dus je kunt daarna blijven streven, terwijl het veel makkelijker is om het weer te herontdekken, te herinneren. Want je bent het waard om een volmaakt gelukkig leven te leiden, is het niet? Ben je het waard? Ben je het waard om volmaakt gelukkig te zijn? Dan zegt hij, ja, ik hoor ja, ja, absoluut. Ja. Het thema, gelukkig zijn. De cursus zegt, een zoon van God is alleen maar gelukkig als je weet dat je bij God bent. Alleen maar, het woordje alleen, alleen maar. Als je dat niet weet, ben je niet gelukkig. En dit is wat we hier doen op deze aarde, dan gaan we kennelijk zoeken naar dat geluk. We denken we zijn iets kwijtgeraakt. We denken we zijn op zoek. En we denken we moeten het vooral buiten ons zoeken. En hij zegt dan weer die mooie zin. Een zoon van God is alleen maar gelukkig als hij weet dat hij bij God is. God weet het al lang. Nu is het aan ons om dit weer te herontdekken. Dat je alleen maar gelukkig kunt zijn in je natuurlijke omgeving. Dat je weet dat iedereen en jij ook een kind van de liefde bent. Kind van God. Dat je liefde bent. Als je dit weet... geluk. Als je dit weet, innerlijke vrede. Dan weet je wie je bent. Dan weet je gewoon wie je bent. Oké, eerste vraag. Wie is hier gelukkig op dit moment, het nu moment? Wie is hier gelukkig? Mag ik vingers zien? Ik zie heel veel vingers. Heel veel vingers. Nou komt de hamvraag. Wie is hier nu volmaakt gelukkig? Mag ik ook vingers zien? Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik zie toch nog meer dan 10 mensen de hand opsteken. Het wordt minder als ik die vraag stel. Zie je, valt je dat op? Als mensen jou vragen, ben je gelukkig? Heel snel genoeg, ja, ik ben gelukkig. En dan komt de vraag, ben je volmaakt gelukkig? En dan wordt het al aarzelend. Ik heb die vraag gesteld bij een lezing 8 september in Eindhoven, ook van een regiocontactdag van een VMIC in Eindhoven. En dan stak één iemand de vinger op bij, ben je volmaakt gelukkig? Daar stak één iemand de vinger op. Nu. Ja, absoluut. Dat is het enige moment. Oké, ik zie weer een vinger erbij. Er zijn er al 12. Fantastisch. 12 mensen volmaakt gelukkig. Volmaakt geluk heb je als je weet wie je bent. Als we dit niet continu ervaren, vergeten we gewoon af en toe wie we zijn. En is het niet dat we allemaal ervaren in ons leven momenten van geluk en momenten dat het geluk ons tussen de vingers glipt. Dat we weer even niet ervaren. Dit zijn de wisselingen in het normale menselijk bestaan. En dit komt omdat we dan luisteren naar twee stemmen in ons. En ik lees je iets voor uit een mooi boek. Het zijn allemaal aanvullingen op een cursus wonderen. En daar gaat het over luisteren naar die ene stem die jou wel de weg wijst naar volmaakt gelukkig zijn. En het is in het Engels, kijk, en anders vertaal ik het nog een stukje. If you are not at peace, then you are at war. And how is it that you win the war? By listening to one voice.
Since it is absolutely not possible to hear only the voice of the ego, you have only one choice available. If you would come back to your peace, you must do it by hearing but one voice, only the voice of the Holy Spirit, Yeshua. Kort vertaald, als je niet in vrede bent, als je niet volmaakt geluk voelt, dan ben je in oorlog, dan ben je in conflict, zegt hij. En hoe win je deze oorlog, deze strijd? Door te luisteren naar één stem. Dat staat vet gearseerd. Omdat het absoluut onmogelijk is dat je alleen maar de stem van het ego hoort, heb je maar één mogelijke keuze beschikbaar. Als je terug wil keren naar innerlijke vrede, dan moet je, tussen aanhalingstekens, dit doen door te luisteren naar één stem. En dat is alleen maar de stem van de Heilige Geest. Yeshua. The Other Voice, boekje, companion bij de handleiding bij de eerste 15 hoofdstukken van het tekstboek van de Cursus in Wonderen. Prachtig boek als aanvulling. De hoofdmaaltijd, dat ben je zelf. De cursus is een prachtige gids, een prachtige handleiding. En het doel van de cursus is alleen maar om jou in contact te brengen met jouw innerlijke leraar. Iedereen zonder uitzondering hier heeft die innerlijke leraar. En dat is de innerlijke leraar die je de weg wijst uit al jouw schijnbare problemen. Al jouw dingen die jou niet welgevallig zijn. Al je ontmoetingen die je lastig vindt. De conflicten die je ervaart. Er is maar één stem in jou die de weg daaruit heeft. En die heeft iedereen bij zich. Zonder uitzondering. Dus jouw gids, die heb je al. Nu is het nog de keuze naar welke stem ga ik luisteren. Een dik jaar geleden heb ik hier een lezing mogen geven. Ook daar ging het vooral over die sheet van het ego versus de Heilige Geest. Ik heb hem bij me. Ik laat hem nog één keer zien. Als je daar meer over wilt weten, kun je die lezing terugzien. En we gaan er nog heel kort even naar kijken. En dan komt een tweede sheet achteraan. Daar gaan we vandaag bij stilstaan. En niet iedereen kan hem misschien zien, maar je kunt het ook nog terugzien. Het gaat eigenlijk alleen maar over het ego en de Heilige Geest, en dat we daar elk moment van de dag daar de keuze in maken, naar welke stem luisteren we. Luister ik naar de stem van het ego, of luister ik naar de stem van de Heilige Geest? En hoe weet je nou naar welke stem je luistert? Ja, ervaren cursusstudenten die weten dat, en beginners misschien ook al. Je kunt het voelen aan je gevoel. Hoe voel ik me? Als ik niet volmaakt vrede voel, als ik me niet volmaakt gelukkig voel, dan luister ik per definitie naar die andere stem. Dat is de stem van het ego, zo zegt de cursus dat. Als je dat doet, ben je niet schuldig. Als je dat doet, ben je niet fout. Je bent niet verkeerd bezig, je hebt gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Inmiddels staat een kaartje dat je altijd de keuze kunt maken, elk moment weer, ik kan opnieuw kiezen. Ik kan opnieuw kiezen voor die andere stem. En dat is een hele stille, duidelijke stem. En als je dan beroep op doet, op die stem, dan krijg je altijd antwoord in een of andere vorm van vrede. De cursus is ontstaan door mensen die wouden innerlijke vrede. Het heet Foundation for Inner Peace. Dat ik die cursus 18 jaar geleden wou doen, was omdat ik niet innerlijke vrede voelde. Ik was niet volmaakt gelukkig. Ik was niet gelukkig. Daarom ben ik die cursus gaan doen. Die kwam op mijn pad en ik ben heel dankbaar dat die op mijn pad is gekomen. 18 jaar geleden, ontzettend dankbaar. Heb ik die cursus nodig? Nee, ik heb hem niet nodig. Ik heb het in me. Ik heb die liefdevolle stem in me. En het is een gids, een cursus, een training om me daarbij te helpen, ter ondersteuning. Dus de kunst is, kan ik leren luisteren alleen nog maar naar die stem? Als ik volmaakt gelukkig wil zijn, is dat de enige optie. Want als ik hier naar luister, naar twee stemmen luister, continu conflict, continu gedoe, continu wisseling van emoties. Dat lijkt misschien wel fijn, maar ervaar het voor jezelf, kijk voor jezelf. Op een gegeven moment mat het je af. Je wordt er moe van. Weer het gedoe. Eindeloos herhalen van patroon op patroon. Eindeloze herhaling. Naar twee raadheren luisteren, naar twee gidsen luisteren, dat gaat er niet worden, zegt een cursus in wonderen. En Jezus zegt heel vroeg in het begin al, wat ik kan, kun jij ook. Wat ik kan, kun jij ook. Jij kunt leren kijken door ogen van liefde. Het enige verschil met jou en mij is, zegt hij, dat ik niets anders heb dan wat van God komt. Dan wat van mijn vader is. Ik heb geen andere doelen. Ik heb geen wisselende doelen. Ik heb maar één doel. Ik heb alles wat van de vader is, heb ik ook. En hij zegt, wat ik kan, kun jij ook. Want jij hebt hetzelfde gekregen. Je hebt exact hetzelfde.
Alleen ik heb het gemanifesteerd, ik heb het gerealiseerd door alleen nog maar te luisteren naar die stem. Alleen nog maar naar die liefdevolle stem te luisteren. En wij kennelijk luisteren nog afwisselend naar de ene stem en naar de andere. En dat mag, je bent niet schuldig. Daar gaat het de cursus over, te ontdekken dat je niet schuldig bent. Want dat is de ene grondoorzaak van al je problemen, van alle schijnbare misère, is het idee van schuld. En het ontdekken dat schuld een idee fix is, daar gaat een cursus wonder over. Dat onschuld het enige is dat er bestaat. Ik zie een hand. Instinct. Is iets anders dan intuïtie, hoor ik. Ja. En wat verstaat... Hoe zit het met als je iets doet vanuit intuïtie, instinct, noem maar op? Ja, wat voel je erbij als je iets doet vanuit instinct dan of intuïtie? Dan denk je daar niet over na. Yes, dan denk je er niet over na. Hoe is dat als je er niet over nadenkt? Hoe is dat voor jou? Dan ga ik niet uit van, doe ik het volgens mijn hartje of volgens... ik denk vanuit je hartje, maar dat weet ik dus niet. Hoe voelt dat, als je er niet over nadenkt? Ja, dat is achteraf denk je, ik heb verkeerd gehandeld of niet. Als je dat niet zou kunnen denken, dat laatste, achteraf het niet terug kunt denken, maar op het moment supreme, als je handelt vanuit je intuïtie, hoe voelt dat? Meestal goed, maar soms denk je, god, ik had het toch anders moeten doen. Ja. Hoor je het? Als je, meestal dat denk je achteraf, ik had het anders moeten doen. Welk gevoel hoort erbij? Wat voel je dan? Als je dat denkt, ik had het anders moeten doen. En had je het anders kunnen doen? Soms wel. Is dat waar? Op het moment zelf? Op het moment zelf? Deed je het niet zoals je het deed? Ja, de gevolgen kunnen dan zo zijn dat je denkt, dat had ik niet zo moeten doen. Natuurlijk, we kunnen terugkijken en we hadden het niet zo kunnen doen. Maar op het moment zelf geef je je hoogste bod. Klopt dat? Dan denk je er niet over na, dan is het precies, ja. Stel je voor, je denkt er gewoon niet over na. Je leeft je leven. Alles wat je doet, je leeft gewoon je leven. En je kunt het niet beoordelen als goed of fout. Je kunt het niet beoordelen, ik had het anders moeten doen, of ik had het zus moeten doen. Hoe zou je leven? Rustig hoor ik. Ik hoor je rustig. Hoe zou je leven als je er niet over nadenkt? Acceptatie hoor ik. Ja? Ja. Dankjewel dat je dat vraagt, want dit is een vraag voor ons allemaal. Als we terugkijken, als we ons beoordelen hoe we de dingen doen, begint het te knagen. Is het niet? Is het niet? Stel, je laat dat achterwege. Hoe zou het leven dan zijn? Het wordt rustiger, hoor ik. Acceptatie, vrede. Dit is de optie. Als je kiest voor de stem van het ego, is altijd de stem van het oordeel. Je gaat jezelf continu beoordelen. Doe ik het goed? Doe ik het fout? Doe ik het goed? Doe ik het fout? Als je luistert naar de stem van de Heilige Geest, die oordeelt niet. Die kijkt niet of je het goed of fout doet. Die helpt je alleen mee te ontdekken in jouw geest wat is waar, wat is niet waar. Dus het enige oordeel wat de Heilige Geest doet, die helpt je shiften in your mind wat is waar, wat is niet waar. Dat is het enige oordeel. Daar zit ook geen goed of fout beoordeling bij. Mijn ervaring is, als ik mezelf beoordeel van dit is goed en dit is fout, komt schuld in het spel. Komt het schuldspel in het spel. En het is nogmaals, je kunt altijd weer opnieuw kiezen. Dankjewel voor je vraag. Intuïtie, Heilige Geest, ligt dicht bij elkaar. Als je 's ochtends opstaat, ik vind het een kostbaar voorbeeld. Die mensen die bij Elstissen komen, ik moet er altijd om lachen als ze dat zeggen. Als je 's ochtends opstaat en je gaat plassen, denk je daarover na? Nee. Dat doe je gewoon. Dat doe je gewoon. Stel je voor, de rest van de dag doe je gewoon hetzelfde als zoals je 's ochtends opstaat en het eerste je gaat plassen. En je denkt er niet over na. Ik vind dat altijd een kostbaar voorbeeld. Dus zodra denken in het spel komt, ja, dan kun je problemen ervaren, omdat je begint te knagen. Je kunt je schuldig gaan voelen. We gaan kijken hoe we daar nog een vervolgstap in kunnen zetten. Even kijken. Ja, Mieke zei het al in het begin, maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. Een prachtig thema uit hoofdstuk 15, helemaal aan het einde, staat die prachtige zin. Hoe maak je dit jaar nou anders dan andere jaren door het helemaal hetzelfde te maken? Nou, we hebben daar net al van geproefd, door te luisteren nog maar naar één stem. En dat is de stem die niet oordeelt. Want het ene jaar, als je blijft oordelen, heb je de wisselende emoties. Als je niet meer oordeelt, maak je het jaar helemaal anders. En de cursus heeft
en de gids ook, en Jezus ook, heeft heel veel geduld met jou. Want hij weet dat we zo nog niet getraind zijn. Daarvoor is het een training van de mind, een training van een cursus in wonderen. Zodat je kunt leren kijken op die manier. Zodat je oordeelloos kunt leren kijken. En er staat een kostbare zin ook van, je hebt geen idee. We hebben gewoon geen idee van de geweldige bevrijding die je ontvangt, hè, als je je broeders en jezelf totaal zonder oordeel tegemoet treedt. We hebben gewoon geen idee. En we gaan dat vandaag aan proeven. Om elkaar te ontmoeten, niet alleen bij de receptie hierna, maar ook al dadelijk met een oefening. Om te ontmoeten vanuit oordeelloosheid. Als je de ander en jezelf tegemoet treedt zonder oordeel. Hoe dat voelt voor jou. En het is een uitnodiging. Kijk of het goed voelt voor jou. Je hoeft niet mee te doen, je mag gewoon meedoen. Gun jezelf een ervaring of niet, je bent een vrij mens. Oké. Heel verderop in die tekst kom je bij hoofdstuk 30 uit. En dan geeft hij je meteen al wat handvaten om een dag te beginnen. En Koos Jansson heeft een prachtige cd over gemaakt. Dus als je daar meer over wilt weten, die cd is een pareltje, kun je naar luisteren. Hoe ontvang ik een dag vol geluk? Geef hem aan je innerlijke leraar. Dat is weer het thema van vandaag. Dan zegt hij hier, bij regels voor beslissingen, het moet duidelijk zijn dat het makkelijker is een gelukkige dag te hebben als je hoe dan ook voorkomt dat er ongeluk in binnendringt. Dit vraagt echter oefening met de regels die jou zullen beschermen tegen de vernietigende werking van de angst. Wanneer dit is bereikt, is de droeve droom van oordelen voorgoed ongedaan gemaakt. Dus het moet duidelijk zijn dat het makkelijker is een gelukkige dag te hebben als je hoe dan ook voorkomt dat er ongeluk in binnendringt. En hij geeft jou de suggestie mee, begin de dag met stille tijd. Geef die dag aan God. En dan geeft hij de eerste regel, dat is een heel eenvoudige, zegt hij, vandaag zal ik uit mezelf geen beslissingen nemen. Ik zal mezelf vandaag niet beoordelen hoe ik door de dag heen ga. En ik ga voor mezelf voor ogen houden welke dag wens ik. Welke dag wil ik ten diepste beleven? En dan zegt hij bij regel 2, als ik uit mezelf geen beslissingen neem, is dit de dag die mij wordt geschonken. Dus met die twee regels in je achterhoofd kun je de dag beginnen. Een dag wensen die jouw diepste verlangen zijn, een gelukkige dag, hoe jij je die voorstelt. Als je je niet zelf dan beoordeelt, krijg je die dag geschonken. Hoef je niets voor te doen, zegt hij. Dus hoe kun je een gelukkige dag beleven? Door weer te luisteren naar die stem. Maar hij zegt hier verder, wat je ook beslist, je zult uit jezelf geen beslissingen nemen. Want beslissingen worden samen met ofwel het ego of de Heilige Geest genomen. En je vraagt hulp aan de antichrist of aan Christus. En wie jij kiest, zal zich met je verbinden en jou zeggen wat je te doen staat. Je dag is niet aan het toeval overgelaten. Hij wordt bepaald door datgene waarmee je hem verkiest te beleven en door de manier waarop de vriend, wiens raad jij hebt gezocht, jouw geluk ziet. Je vraagt altijd advies voordat je ergens een beslissing over neemt. Dan komt die tweede regel. Want jij en je raadgever moeten het eens zijn over wat je verlangt voordat het kan plaatsvinden. Alleen deze overeenkomst laat toe dat alle dingen gebeuren. Er kan niets worden veroorzaakt zonder enige vorm van vereniging, of dat nu met een droom van oordeel is, of met de stem namens God. Dus hier komt het weer. Ofwel je verenigt je volledig met het ego, ofwel je verenigt je volledig met de Heilige Geest. Dan verenig je je eigenlijk, zegt hij, met ofwel met het oordeel, of met oordeelloosheid. En zo kun je een dag beleven. En zo kun je elk moment weer opnieuw kiezen. En dit is de kracht van opnieuw kiezen. Opnieuw je keuze maken. En nogmaals, hoe weet ik naar welke stem ik luister? Voel gewoon wat je voelt. Druk die gevoelens niet weg. Voel gewoon wat je voelt. Patricia? Ja? Is er een microfoon bij de hand? Een microfoon is bij de hand. Ik snap heel goed dat je kunt leren om die twee, om te kiezen voor de ene stem of de andere stem. Maar volgens mij moet je eerst leren dat je kunt onderscheiden, is het de ene stem of is het de andere stem? Goeie vraag. Ja. Want als je dat onderscheid niet weet,
En ik weet dat soms echt niet. Dan denk ik, wat is er nou weer allemaal in me aan de hand? En dan voel ik al die emoties en het gaat op en neer. Dat is een soort rollercoaster. Yes. Dan is dat best wel lastig, namelijk. Ja. Ook al luister je naar je intuïtie of haal je je gedachten leeg, ga je in meditatie, yes, dan nog. Want het ego kan zo trikken, ook daar, ja, weer in. Natuurlijk. Heb ik inmiddels geleerd in de cursus. Mag ik jou vragen, ja, hoe onderscheid, want je zei, het is wel lastig te onderscheiden, maar hoe onderscheid jij het als je helder bent? Hoe onderscheid je het dan wel? Nou, het enige moment op de dag dat ik echt voel dat ik daarmee in verbinding ben, is als ik 's morgens de les van de dag heb gelezen, een stukje tekst. Ik ga in stil liggen in mijn bed en ik val in een soort, ja, meditatie, dus, ja, in die diepe stilte. Dan komen er plotseling woorden naar boven. Ik had vanmorgen het woord vrijgevig. Vrijgevig. Nou, ik zit in allemaal geldkwesties, heel gedoe. Toen dacht ik, shit, dat is het dus. Niet vasthouden. Mm. Wees vrijgevig. En, maar ja, ik vind dat soms heel confronterend dat ik het dan ook wel weer wegdoe. Ja. Maar ik begin wel meer te leren om te denken nu van, oh, misschien is dat wel het moment, het enige moment op de dag dat de Heilige Geest praat. Want de rest van de dag is er gewoon, zijn er allemaal stemmetjes. Ja. En dan kan ik hem nog wel willen vragen, mm-hmm, maar dan moet ik misschien eerst weer helemaal terug in die meditatie. En dat is natuurlijk een lifelong course. Maar nou ja, wie weet. Mooie vraag. Hè? Hoe onderscheiden we de stem? Hè? Want soms kan het ego ook heel tricky omgaan met spiritualiteit. Hè? Ja. Een mooi sausje over de cursus leggen. Hoe onderscheid je nou dat je werkelijk naar die stem luistert? Dat is wat ik je hoor zeggen. En mooi dat je dan probeert te durven te vertrouwen op die ingeving, vrijgevigheid. Word je ingegeven en nu nog komt vertrouwen erbij. Hè? Mijn ervaring is, ik kan uit mijn eigen ervaring spreken, als ik aan mijn gevoel voel, weet ik wie er spreekt. Ik weet, als ik angst voel, dan weet ik gewoon wie ik aan de lijn heb. En dat, nogmaals, het gaat niet over fout of schuld, maar dat angstige gevoel, dat heeft me iets te brengen. Dat wil alleen maar zeggen dat het bange kindje in mij is actief. De bange jongen van vroeger, die voor de eerste keer als bang werd, die meldt zich weer op het toneel. En dan heb ik de neiging om dat bange kindje weg te duwen. Nee, dat moet weg. Dat mag er niet meer zijn. En nou nodigt liefde de cursus ons uit, hey, dat ook dat bange kindje mag er zijn. Laat die bange jongen of de bange meisje tot je komen. Want we zitten hier wel allemaal in volwassen jasjes, lijkt het. Maar heel eerlijk gezegd, wie voelt zich niet af en toe bang of boos? Of andere negatieve emoties? Dat is alleen maar dat het bange jongetje of meisje aan de deur klopt. En dat je dan met liefde naar mag kijken en dat met liefde mag uitnodigen om te vertellen, waar ben je bang voor? Wat voel je? En als je de 6 stappen beheerst, dan kun je ontdekken dat het gevoel jou een kostbare iets wil laten zien. Je hebt ooit iets gedacht wat God niet over jou denkt. Heel in het begin zegt hij dat ook. Ga voor jezelf heel eerlijk na, wat heb jij gedacht wat God niet heeft gedacht? En wat heb je niet gedacht wat God wel heeft gedacht? Besluit dan om van gedachten te veranderen, zegt hij. Besluit dan om van gedachten te veranderen. Dat bange jongetje, dat bange meisje, dat vertelt je iets van, hey, ik heb voor de eerste keer iets gedacht over mezelf, ik doe het niet goed. Bij mij was het dit. Ik heb iets verkeerds gedaan. Ik heb iets verschrikkelijks verkeerds gedaan. En, dan komt angst in het spel. Dus ik kan kijken dan naar die overtuiging. Daar komt iets, onder dat gevoel zit een overtuiging dat geheeld wil worden. Dus des te vaker angst op je pad komt of boosheid op je pad komt, Godzijdank, het wil geheeld worden. Een blauwe plek wil gezien worden, zodat je weer kunt helen. Dus je krijgt een nieuwe kans om volledig te helen. Die blauwe plek wil alleen maar geheeld worden. Het bange jongetje, het bange meisje meldt zich continu totdat het is geheeld. En op een gegeven moment is het klaar. Als je dat gevoel de kans geeft om jou die overtuiging te laten ontdekken, dan kun je die overtuiging overgeven aan de Heilige Geest. Of je een ander symbool voor liefde. Meer hoef je niet te doen. Meer hoef je niet te doen. Dus alleen de bereidheid hebben om er niet langer aan vast te houden. Dus wees welgemoed als zo'n negatieve emotie langskomt, een kostbaar geschenk. Bij de 6 stappen, de eerste stap is, conflict is goud waard. Elk conflict is goud waard. Het wil me iets tonen. Het wil me iets laten zien. Tweede stap, het gaat alleen maar over mij. Het gaat alleen maar over mij. Dus dat houdt je weg uit de afleidingen van de wereld. Het houdt je weg van het nieuwsberichten waarvan je denkt, daarom voel ik me zo boos. Daarom voel ik me zo bang. Dat maakt me zo bezorgd. Nee, het heeft iets met jou te maken van,
Je bent iets gaan denken wat God niet heeft gedacht. Zoals God niet over jou denkt. Zoals God over niemand denkt. Maar jij bent het gaan denken. Dat is het enige. Dat is het enige wat ertussen staat tussen volmaakt geluk. Jouw gedachten, jouw oordeel over jezelf. En het goede nieuws is, je kunt je daarvan bevrijden. Als je niet weet welke overtuiging daaronder zit, je kunt ook de emotie geven aan de Heilige Geest. Of aan je intuïtie, of aan Jezus. Je kunt het ook geven. En laat je verrassen, zou mijn idee zijn. Hoe onderscheid ik dan die stem? Je gaat steeds meer luisteren naar wat die gevoelens jou willen vertellen. Dus die gevoelens komen op. Maak er ook geen vijand van het ego. Laat het ego tot je. Heb het in die zin lief dat het mag spreken. En geloof het niet. Geloof het gewoon niet. Laat de gedachten komen. Laat ze gaan. En geloof het niet. Het kindje wat bang is geworden is iets gaan geloven. Je kunt onware gedachten geloven. Dat is je kracht als schepping van liefde. Je kunt iets geloven wat niemand anders voor waar houdt. En toch kun jij het geloven. En aan je gevoel kun je denken, welke stem heb ik nou aan de lijn? Daarvan kun je genezen. Ik zie een vinger. Hallo, ja. Die twee stemmen hebben in mijn geval een diagnose opgeleverd. Ja. Bipolair. Twee polen. Met de bijbehorende medicatie, therapie, levenslang opgesloten in de GGZ. Je kunt genezen. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Maar medicatie, die houdt dat er ook weer onder, is mijn idee. En wat houdt het eronder? De medicatie? De scherpe kantjes, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Wat is nou mijn vraag eigenlijk? Een brug slaan tussen die twee stemmen, dat is in mijn geval mijn opdracht. Maar hoe, ja, hoe genezen? Ik heb een chronische ziekte, zeggen ze. Zeggen ze? Zeggen ze. En wat zeg jij? Wat zeg jij? Ja, ik denk, godzakken, had ik nou eerder eens even geweten wat ik nu weet. Ja. Dan had ik het wat anders aangepakt. Ja. Dan was ik geen pil gaan slikken. Dus ik hoor het geluid wel uit mijn buik, om het zo maar te zeggen. Maar hoe krijg ik die werelden bij elkaar? Mooie vraag, hè? Diagnoses. Hè? In deze wereld stikt het van de diagnoses, is het niet? Ja. Zeggen ze. Het belangrijkste is, wat zeg jij? Geloof je het? Geloof je het voor jezelf? En we zeggen niet dat het fout is dat je niet luistert naar een arts of naar iemand die daarvoor gestudeerd heeft, die een diagnose, zogenaamd uit zijn boek. Daarvoor zit ook bij alle respect daarvoor. En als het je behulpzaam is, gebruik het. Heel belangrijk is, daar ben ik vergeten mee te beginnen eigenlijk ook, geloof mij niet, geloof niet wat het boek zegt, geloof niet wat iemand jou vertelt, onderzoek dit voor jezelf. Wat vind ik pas, is het werkelijk waar dat ik een bipolaire stoornis heb? Is het werkelijk waar dat ik dat heb? De cursus is daar heel helder over. Als wij allemaal luisteren naar die twee stemmen, hebben we allemaal een bipolaire stoornis. Is het niet? We hebben allemaal bipolair, zijn we dan. Van hemelhoog jauchzend bis zum Tode betrübt. Is het niet? We smakken ons op de grond en we staan weer in de grote hoogtes. En dat, in die zin ben je in goed gezelschap. En ik wil dat niet bagatelliseren. Ik wil dat niet bagatelliseren. En de kunst is, onderzoek dit voor jezelf. De dokter zegt dit. Dank je wel, dokter, dat je me dit zegt. Mijn vrouw zegt dit. Mijn man zegt dit. Mijn leraar op school vroeger, die zeiden dit. En wat geloof ik over mezelf? Is het waar wat mensen mij vertellen? Is het werkelijk waar? Kan ik het werkelijk? Is het werkelijk waar? Hoe leef ik als ik dat geloof? Als ik een bipolaire stoornis heb. Hoe leef ik dan? Als ik het werkelijk geloof, hoe leef je dan? Geïsoleerd. Wat? Ja. Geïsoleerd. En is dat wat je werkelijk wil? Nee. Nee. Absoluut niet. Want wat wil je werkelijk? Verbondenheid is een woord wat me zo te binnen schiet. Herkennen we deze? Liefde. Verbondenheid, gewone, liefde. Gewone dingen natuurlijk eigenlijk. Je zit in goed gezelschap. Oh, gelukkig. Wie voelt zich wel eens geïsoleerd?
Kijk eens. Oh. Wie verlangt hetzelfde? Verbondenheid, liefde. We willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde. Dus eigenlijk ben ik heel gezond, begrijp ik. Voilà. Niks nieuws onder de zon. Eigenlijk ben, ik zou het woordje eigenlijk maar weglaten. Ja. Maar ik heb het heel lang wel geloofd. That's it. Herkennen we dit? Ik heb het heel lang wel geloofd. En dan komt een moment, hè, Leonard Cohen zegt het ook, ja. Opeens crackt het en dan komt de light comes in. Het licht komt binnen. Liefde heeft maar één kleine opening nodig. Jouw bereidheid om anders te kijken naar wat bijvoorbeeld in dit geval een dokter zegt. Jouw bereidheid om te kijken, is het werkelijk waar? Dank je wel, dokter, dat je dit zegt. En ik vraag het aan mijn intuïtieve stem. En wat vertelt die mij? Wat zou die vertellen? Nou, het gecompliceerde is dat mijn vader ook nog dokter is. Voilà. En mij een aansteller vindt. Dat is ook wel pijnlijk, moet ik zeggen, hoor. Ja. Dat maakt het wel... Ja, lieverd. Ja, vaders en moeders, soms zeggen we wat. Hè? En is het werkelijk waar dat je... Stel je wel eens af en toe aan? Doe je dat wel eens? Nou, ik overdrijf wel eens. Ja. Maar verder... Ja. Als je het herkent, als je het wel eens herkent, het aanstellen, kun je zeggen, dankjewel pap, soms herken ik dat. Dankjewel dat je dat zegt. En als het je iets raakt, als het je pijn doet... Als het je iets pijn doet, dan zit er nog gewoon een vergevingsles. Ja, dat is zeker waar, ja. Dan zit er gewoon nog iets. Ja. Dus dat is het kostbare geschenk dat je vader en arts is, dokter is, en dat zegt. Dat doet hij niet om jou te kleineren, dat doet hij jou om je te helpen. Wow. Dat doet hij om jou te helpen. Zodat jij het je niet persoonlijk aantrekt. Tot dat moment er is dat je het niet meer persoonlijk aantrekt, dan weet je, je bent alleen maar de spiegel. Dan weet je, je bent alleen maar de spiegel. Ja, dat weet ik eigenlijk. That's al. It. Je weet het al. Ja. Zie je? En dit is kostbaar dat je dat inbrengt. Zodra we iets persoonlijks geloven, we maken het persoonlijk, dan weten we gewoon, we denken, ah, nu word ik geraakt. We zien het als aanval. En het is geprojecteerde schuld van iemand anders. En wees daar gewoon helder in. Spiegel, wees die spiegel die je ten diepste bent. Spiegel hem of haar de waarheid wie je bent. Zo komt de projectie weer thuis waar die thuis hoort, bij je vader. Heeft niks met jou te maken. Gewoon niks met jou te maken. Had ik dat maar 30 jaar geleden gezien. Nu is een mooi moment om daarmee te beginnen. Is het niet? Dankjewel voor je vraag. Dankjewel. Ik zie een vraag. Soms lijkt het een beetje alsof het ego zo ontkend wordt. Terwijl ik denk, ik ben en. Ik ben en ego en kind van God. En ik heb het ego ook van God gekregen. Ik merk het op, maar ja. Het lijkt net alsof het er niet mag zijn. Ja, liever, dat is niet de bedoeling. We gaan het ego gaan we gewoon de plek geven die het heeft. En het is in werkelijkheid, zegt hij, een hulpmiddel om je te ontdekken... Om wie verder je, bij God te komen, toch? Om je te ontdekken wie ben ik werkelijk. Ja. Ja. Jezus zegt in het boek, zegt hij zo, we zijn bang om het ego op te geven. We zijn gewoon bang om dit los te laten, want dit is wat we kennen. Dank je wel dat je dit inbrengt. We gaan het ego niet als een vijand betitelen. We gaan het ook niet van, dit is slecht, het mag er niet zijn. Het ego wil je gewoon iets laten zien wat je nog over jezelf gelooft. En Jezus zegt zo, je bent bang om dat los te laten, omdat je denkt zonder het ego dat alles chaos zal zijn, zegt hij. Dan heb je geen controle meer. Maar ik verzeker je, zegt hij, dat zonder het ego alles liefde is. Zonder het ego zijn wil zeggen dat je alleen maar volmaakte liefde ervaart. Naar jezelf toe. Ook als je weer in je ego-stukjes zit. Ook als je weer ego-stukjes opspelen. Dat je gewoon heel erg liefdevol naar jezelf toe bent. Dus eigenlijk ben je ook geboren vanuit liefde alleen. En is het ego ontstaan? Eigenlijk ben je hier, als je dit gelooft, als je hier bent geboren in deze wereld. Dat komt omdat je iets anders wou dan liefde. Een andere ervaring dan alles wat er is. Dus... Dat begrijp ik soms niet. Ja. Waarom wil je dat? Ja. Dat vertel het mee. Ja. Vertel het mee. Ja. Waarom doen wij zo moeilijk als mens? That's it. Ja. Zodat we ook ons weer kunnen herinneren de weg naar huis. Want als je hier komt en je bent niet volmaakt gelukkig, dan ga je zoeken. Waarom ben je hier? Waarom ben ik hier? Ja, waarom ben je nu hier?
om dichter bij God te komen. Ja. Hoor je het? Om dichter bij God te komen. Dit is een mooie vraag voor jezelf ook. Waarom ben ik hier? Nu hier bij deze lezing. Maar ook waarom ben je hier op deze aarde? Denk je? En waarom ben je hier op je werk? Waarom ben je nu hier? En er komen allerlei antwoorden op. Laat ze gewoon opkomen. Dit is een mooie vraag om je dat zelf voortdurend te stellen. En dan komen we weer bij het begin. Je bent hier om werkelijk behulpzaam te zijn. Je bent hier om werkelijk behulpzaam te zijn. Je doet dat toe. Iedereen. Met of zonder ego. Je doet dat toe. Je bent hier om te helpen mensen, maar vooral eerst jezelf, helder te worden. Wie ben ik? Als jij weet wie je bent, trap je niet meer in diagnoses. Trap je er gewoon niet meer in. Trap je er niet in als je vader tegen je zegt van, noem maar iets, wat zei je ook alweer? Aansteller. Je trapt er gewoon niet meer in. Je bent werkelijk behulpzaam, omdat je ziet, het zijn maar verhalen. Het zijn maar gedachten, het zijn overtuigingen, het zijn meningen. En dit gaat over oordeelloosheid. Ik treed mijn ego oordeelloos tegemoet. Ik treed mijn ego liefdevol tegemoet. Je bent hier om werkelijk behulpzaam te zijn. Op de plek waar je bent. Bij de familie waar je bent geboren. Op je werk, waar jij je werk doet. Als je werk hebt of vrijwilligerswerk. Daar kun jij werkelijk behulpzaam zijn. Iedereen zonder uitzondering. Ik weet niet of dit een antwoord is. Maar... ja? Dus mijn idee zou zijn, maak er geen vijand van. Dat is absoluut niet de bedoeling. Zonder het ego is alles liefde. Aan jou de keus. Dank je. Oké, volgende sheet. Want dit kun je nog altijd terugkijken. Dit gaat alleen maar om te kijken van, ja, naar welke stem wil ik luisteren. Het gevoel is je graadmeter. Even kijken. Dan komen we met deze. Want hoe doe je dat nou met zo'n gelukkig nieuwjaar? Als je dat wil beleven. Want je zei het al, dichter bij God zijn. Iedereen, ja, als je niet goed ziet, je kunt straks ook nog even een rondje maken. Of op terugkijken op de tv. Links zie je de hemel, eeuwigheid en in het midden als symbool gewoon het hart. Dit is eigenlijk wat we allemaal willen. We willen ten diepste dat wat daar staat. Dat zijn de woorden, maar je wil die gelukzalige staat van eenheid. Van eenheid met God, eenheid met je medebroeders en zusters. Eenheid ervaren, liefde, vrede, geluk. Alles wat God jou heeft gegeven als je geboorterecht, dat wil je ook ervaren. En daar heb je ook recht op, want dat is wat je bent. Dat is het enige wat je bent. Is dat alle andere identificaties brengen je gewoon in de war. Alles wat je, waarvan je denkt, ik ben een man, ik ben 52 jaar, ik ben zo oud, ik zie er zo uit, ik doe dit voor werk. Alles wat je denkt dat je bent, houdt je af van dat bewustzijn. Als je het ego aan de lijn hebt, dan heeft hij één ding voor ogen. Dan trekt hij een pijl naar rechts als symboliek. Weg van God. Weg van God. Weg van de hemel. Weg van geluk. Weg van de liefde. En dat doet hij heel ingenieus. Als je het tekstboek bestudeert, dan zie je ook in dat er heel veel pagina's, heel veel hoofdstukken, heel veel paragrafen gaan over de dynamiek van het ego. Zicht krijgen. Hoe werkt het ego? En één grote truc is tijd. Het ego houdt je ook bezig met verleden en toekomst. Dus als je het plan van het ego volgt, zit je altijd vrijwel continu in het verleden terug te denken. Heb ik het wel goed gedaan vandaag? Wat heb ik eerder gedaan? Heb ik het wel goed gedaan? En je maakt je zorgen over morgen. Oh, wat kan er wel allemaal gebeuren? Angst voor de toekomst, spijt over het verleden, schuld over het verleden. Eindeloos. En het brengt je niet bij datgene wat je werkelijk wilt. Nou komt er de oplossing van de cursus wonderen. Als je contact maakt en je leert steeds beter die twee stemmen onderscheiden en je gaat steeds meer luisteren naar die Heilige Geest, dan komt er een stukje hemel, lijkt het, in de tijd. De Heilige Geest is je gids en dan leef je in het nu. En dan zegt hij, dit is de dichtst mogelijke benadering van de eeuwigheid. Het nu-moment. Eckhart Tolle, iedereen kent hem vast, de boeken die hij heeft geschreven. Hij beleeft alleen maar het nu-moment. Hij leeft in het nu. Wat dan wegvalt is de schuld over het verleden. Je beoordelen, wat heb ik verkeerd gedaan? En wat ook wegvalt is angst voor de toekomst. Als je je laat gidsen door de Heilige Geest, dan leef je eigenlijk alleen nog maar in het nu. En dat is de dichtst mogelijke benadering van wat hier staat, van de eeuwigheid.
Dus dan ervaar je in de tijd, de zogenaamde tijd in edifixis, het nu moment. Het houdt je weg van de problemen van het ego. En de cursus die schrijft er een prachtig stukje over, in hoofdstuk 15. Telkens wanneer je denkt dat je weet, zal vrede van je wijken, omdat je afstand hebt gedaan van de leraar van de vrede. En telkens wanneer je ten volle beseft dat je niet weet, zal vrede terugkeren. Want je zult hem daartoe uitgenodigd hebben door afstand te doen van het ego ten gunste van hem. Je overstijgt als het ware jouw ego-identiteit. Je hebt, vergelijk het met de rups en de vlinder. De rups als ego en je bent bestemd om die vlinder te zijn. En je overstijgt dat rups zijn. Je hebt het geleefd. Die jas pas je niet meer. En wat je dan doet is, je overstijgt die identiteit en je identificeert je meer en meer met die stem in jou. Je krijgt letterlijk een grotere identiteit, je ware identiteit. Als je vrede wilt, dien je afstand te doen van de leraar van de aanval. De leraar van de vrede zal je nooit in de steek laten. Je kunt hem wel verlaten, maar hij zal je nooit met gelijke munt betalen, want zijn geloof in jou is zijn begrip. Met jouw volmaaktheid altijd voor ogen, geeft hij de gave van vrede aan ieder die de behoefte aan vrede bespeurt en vrede hebben wil. Maak de weg vrij voor vrede en ze zal komen, want begrip is in jou aanwezig en vrede moet wel daaruit voortkomen. Laat ruimte voor hem en je zult jezelf zo van macht vervuld vinden dat niets zal zegevieren over jouw vrede. En dat zal de test zijn waardoor je inziet dat jij begrepen hebt. Het gaat dus over begrip. Ook begrijpen hoe de dingen zitten, hoe het werkt. Hoe werkt jouw geest in jou en in iedereen? En als je denkt, ik hoor die stem van de Heilige Geest niet zo goed, dan zegt hij gewoon, je kunt die stem versterken door het in anderen op te merken. Ga de Heilige Geest, zie niet het ego in andermans in actie, maar zie de Heilige Geest in actie. Richt je op de waarheid in de ander. De meer je dat doet, de meer je het in jezelf gaat erkennen. De meer het je in jezelf gaat leven. Het gaat om een levende ervaring in jou. En uiteindelijk kom je dan bij hoofdstuk 8 uit, de heilige ontmoeting. Dus je doet ertoe, je bent werkelijk behulpzaam in de ontmoetingen van alle dag. De snelweg van een cursus in wonderen. Je kunt eeuwenlang mediteren, zegt die contemplatie. Het zijn allemaal hulpmiddelen die je willen kunnen helpen, maar je hebt een snelle weg gekozen. Relaties. We staan continu in ontmoeting. Je kunt naar andere mensen kijken en zeggen in die heilige ontmoeting, je wil genezen van die blauwe plek. Hoe sta ik in de ontmoeting? En dan zegt hij in die heilige ontmoeting, de helende ontmoeting, zoals ik over een ander denk, zo denk ik over mezelf. Dus iedere dag krijg je weer een nieuwe kans. Ik zie iemand, hoe denk ik over de ander? En dan weet je nu, je vader zei dat aansteller, hij zegt het over jou, dat zegt hij over zichzelf. Hoe ik over de ander denk, zo denk ik over mezelf. Hoe ik de ander zie, zo zie ik mezelf. En hoe ik de ander behandel, zo behandel ik mezelf. En dan zegt hij ook nog, vergeet dit nooit, want in de ander zul jij jezelf vinden, als je de Heilige Geest ziet, of verliezen, als je het ego ziet. Dit is de keuze die je hebt. Dus talloze kansen, ik zie een vinger. Oeps. Ik kwam een paar dagen geleden een tekst uit de cursus tegen over de gouden regel. Ja. En over dat, als je die wil gebruiken, want ik neem aan dat je het daarover hebt. Dat de mensen waar je dat mee hebt, dat je allebei adequaat moet denken. En daar heb ik bij bedacht, dat kan alleen in eenheid. Je zegt ook nog de waarneming van beide moet accuraat zijn. Ja, de waarneming, ja. Maakt niet uit. Ja, die was het. Ja. Het kan alleen in eenheid, zei je achteraan. Met een vraagteken. Met een vraagteken. Ja, want anders hoef ik dat niet te zeggen. Kijk, ja.
Als je één voelt met iedereen en alles, is er niks meer te leren. Hè? Is er niet? Als jij een eenheid voelt met alles en iedereen en elke situatie die een en ervaart, is er niks meer te leren. Ben je klaar? Ben je gewoon een kostbaar instrument hier op aarde om de weg te bewijzen? Tot dat moment dat je eenheid volledig ervaart, ben je aan het leren. En hoe leer je, zegt de cursus? Door in de ontmoeting te staan. Die heilige ontmoeting. En de gulden regel is kostbaar daarbij. Hoe wil ik kijken naar mijn medemensen? Hoe wil ik het zien? Wat ziet liefde? Wat ziet liefde? Als je liefde, naar je... die kan niet anders zien. Dus als je naar je medemensen kijkt, naar de medebroeders en zusters kijkt, dan kun je niets anders zien dan liefde. Hoe het er ook uitziet. Het moet wel liefde zien, anders heb ik niet goed gekeken. Klopt dat? En als ik iets anders zie dan liefde, dan? Ja, dan is het ego. En wat is dat? Hoe ziet de cursus dat? Als je het ego in het werk ziet? Wat ziet liefde Afscheiding. Dan? Afscheiding. En hoe zou de liefde dat weer zien? Als de liefde het ego aan het werk ziet. Wat ziet liefde? Liefde ziet liefde en liefde ziet de roep om liefde, hoor ik. Ja? Ach ja. 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 Als het ego aan het werk is, de roep om liefde. Ja, dan heb ik hem verkeerd begrepen. Maakt niet uit. Okay. We zijn hier om samen te begrijpen. Ja? Dankbaar dat je dat inbrengt. Dit is hoe de Heilige Geest kijkt. Dit is hoe jij kunt leren kijken. Dit is hoe ik kan leren kijken. Elke dag weer talloze kansen. Wat wil ik leren? Wat wil ik leren? Wat wil ik ten diepste? Mijn diepste wens is innerlijke vrede. Daarom ben ik die cursus gaan doen. Ik wou innerlijke vrede. Hoe zegt hij? Ga kijken. Ga bij mensen, ga kijken, ga bij groepen, wat het ook is. Ontdek jezelf weer. Wat vind ik van andere mensen? Oordeel erop los. Blijf oordelen. Zodat je ziet wat je doet. Als de andere mensen, de spiegel, er niet voor jou zou zijn, zou je niet kunnen zien wat je ten diepste over jezelf denkt. Je kunt het niet zien. Dus de ander is totaal behulpzaam. De spiegel voor jou, zodat je kunt zien wat denk ik over mezelf. Nou, ik heb 18 jaar allerlei dingen gedacht die waren niet zo leuk en aardig. Maar ik ben wel dankbaar dat ik zoveel mensen heb gezien, zodat ik die vergissingen kon zien. Ik zie daar een vraag. Hiervoor? Ja? Nee, daar. Ik zag een vinger. Klopt dat? Ja, dat leren doe je dus via de ander. Maar dan wordt er vaak wat losgemaakt, hè, waarbij je toch bij jezelf te raden moet. Ja. Dus die 6 stappen die heb ik inderdaad recent ontdekt. En die vind ik echt super. Ja. Maar er zijn wel wat grotere dingen. En dan merk ik, als je dan kijkt, wanneer heb je het voor het eerst gevoeld, dat ik daar dan niet kom. Of dat ik dan denk van, ja, maar volgens mij was ik toen al veel ouder. Hè? Ja. En vind ik het lastig om dat los te laten, hè? Van oké, ik weet het niet. Maar B, dat is ook eigenlijk mijn vraag. Kan het ook zijn dat het dus, wat ze zeggen, dus het komt altijd uit je kind zijn. Maar kan het ook komen door iets wat je dus later hebt ervaren? Mooie vraag, hoor. Alles is behulpzaam. Ook al kun je niet zo ver teruggaan in de kindtijd. Misschien niet naar de allereerste keer dat je het bent gaan voelen. Dat moment waar je bij uitkomt is perfect. Ook gisteren. Als ik gisteren of nu onvrede voel, en ik kan me alleen maar herinneren, gisteren zei mijn vrouw iets en ik voelde me dat persoonlijk bij, kan ik daarmee werken. Dus je kunt altijd werken met het gevoel. Het gevoel heeft altijd dezelfde overtuiging. Dit kun je ontdekken. En je zei iets van grotere dingen. Wat is het allergrootste? Verlaten worden. Ik weet dat dat niet kan, maar dat zit zo diep, die angst. Ja. Ja. Herkennen we deze? Verlaten worden? Er alleen voor komen te staan, klopt dat? En bedoel je dat, even checken, bedoel je dat in een relatie? Ja. Ja. En speelt dat of is het een angst? Ja, dat speelt wel. Dat speelt wel. Oké. Hoe zou je in die relatie willen staan? Vanuit liefde. Vanuit liefde. En vertrouwen. En vertrouwen. Wie ben jij en wie is de ander? Is het een man of een vrouw? Man. Man. Wie is die ander? Wie is jouw man? Dat ben ik. Dat ben jij ook, ja. Ja. Is hij vrij? Mag hij gaan en staan waar hij wil? Liever niet. Liever niet. Ja. Liever op mijn manier. Ja. Herkennen we deze ook? Ja. Ja. Wie ben jij? Ben jij vrij om te gaan en te staan waar je wil?
Ik weet dat het wel is, maar zo voelt het niet. Nee, zo voelt het niet. Nee. Is dat wel wat je zou willen? Ja. Ja? Zou je het willen leren? Zou je het willen demonstreren dat jij vrij bent? Mm-hmm. Dit is jouw man jou aan het helpen. En ik zeg niet dat jouw man je gaat verlaten, dat zeg ik niet. Maar hij is jou aan het tonen dat jij vrij bent. En dat jij vrij bent om te gaan en te staan. Binnen een relatie, ook al blijf je voor eeuwig een paar, zou goed kunnen, is het niet? En het kan ook zijn dat een relatie stopt. Zou ook kunnen. Maar ten diepste dat jij vrij bent om te gaan en te staan waar je bent. Binnen een relatie en buiten een relatie. Hoe zou je je voelen? Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja. Jouw man is een vrije schepping van liefde, net als jij. Heb je kinderen? Nee. Nee. Ook kinderen zijn vrije scheppingen van liefde. We gaan er niet over. Ik ga niet over jouw leven. Ik ga niet over de kinderen. Ik ga over mijn eigen leven. Denk ik ook nog. Maar wat als ik het zo kan scheiden, als ik het zo nuttig kan scheiden. Dit is jouw leven. Lieverd, man, dit is jouw leven. Ik heb ook een vrouw, Annie, dit is jouw leven. En ik bemoei me niet met jouw leven. Als ik merk, ik ben met gedachten, met jouw leven bezig, ben ik niet thuis. Ben ik niet bij mezelf. En als ik goed naar mezelf kijk, dan ben ik de hele dag door heel vaak bezig met andermans levens. Herken je dat? Mm-hmm. Als we dat weer teruggeven, die verantwoordelijkheden waar ze thuis horen, bij de andermans, waar ze thuis horen, kom ik thuis bij mezelf. En het kan een begin wennen zijn voor de allereerste keer thuiskomen bij jezelf. En dan denk je, oh, dit is mijn leven. Hoe moet dat nou met dit leven? Hoe moet het nou? En dan mag je ook nog dit leven overgeven. Ook dit leven geef ik over. Noem het maar God of liefde, wat het ook is. Je wordt gedragen door de liefde zelf. Ook dat leven wordt gedragen. Kun je je voorstellen hoe dat voelt? Als je ook je eigen leven weer overgeeft, ook je daar niet mee bemoeit. Hoe zou het voelen? Ja, fijn. Dit is je man je aan het leren. Dit ben jij aan hem aan het leren. Want leren is wederzijds. Dat je vrije scheppingen van liefde bent. Ja, maar ik zit dan wel... Ja, ja, ik analyseer altijd heel veel. Maar ik denk dan, ja, maar als ik die 6 stappen wil doen... Ja. Dan... En ik weet dan alleen wat gisteren was bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, hoe kan je dat dan al dieper helen? Want er zit altijd weer wat onder. Dus moet ik dat dan overgeven aan de Heilige Geest? Van, ik weet het niet. En dat, dan... Ik vind dat een strak plan. Ja. Echt. Oké, okay, maar dan kan ik hem dus niet uitdingen. Nee. Je kunt er niet uit analyseren. Nee. Heb je vertrouwen in de Heilige Geest? Durf je het los te laten als je het niet weet? Ja, maar ik wil het wat sneller. Ja, we willen het allemaal heel sneller. Ja, dat snappen we allemaal, liever. Ja. De cursus reikt ons 2 hulpmiddelen erbij aan. Hè. Alleen oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Dus dat je lief met jezelf omgaat. Oké, ik wil het graag sneller. Ik zie het mezelf zo. Ik wil het zo graag. Heb geduld met jezelf. En het geduld dat ik heb met mijn man, met mijn vrouw, is het geduld dat ik heb met mezelf. Ja. Dus dat zijn jullie ook aan het leren. We zijn allemaal dezelfde les aan het leren. Herkennen we dit? We zijn er aan het leren. En dan komt een moment, dat verzeker ik je, dat je ontdekt wie je bent. En dan ben je weer altijd wie je altijd al was. En dan zie je het ook in je man, dan zie je het in iedereen. En dan doet het er niet toe of je terug kunt gaan zo ver mogelijk in de kindtijd of naar gisteren. Want het is altijd hetzelfde, het is dezelfde les. We zijn aan het leren wie ben ik. En als ik iets anders voel dan volmaakt geluk, ben ik vergeten wie ik ben. En die gedachten, je gaat ze ontdekken. Gun jezelf de tijd en de ruimte. En in een strak plan vraag het de Heilige Geest. Je zei het al. Dus. Voldoende? Ja, dankjewel. Oké, hoofdstuk 15 zijn we beland. Ik kom zo, Cyril. Ja? Even die sheet nog. De 2 manieren om de tijd te gebruiken. Het heilige ogenblik. Is dit geen fantastische zin? Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben? Maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn. Kun je dat voorstellen? Kun jij je voorstellen wat het betekent geen bekommernissen, geen zorgen en geen angsten te hebben, maar gewoon de hele tijd volkomen kalm en vredig te zijn? Toch is dat het waar de tijd voor dient, om juist dat te leren en verder niets.
Gods leraar, de Heilige Geest, kan over zijn onderwijs niet tevreden zijn totdat het alles uitmaakt wat jij hebt geleerd. Hij heeft zijn onderwijsfunctie pas vervuld wanneer jij zo'n consequente leerling bent geworden dat je alleen van hem leert. Als dat gebeurd is, zul je geen leraar meer nodig hebben, nog tijd om in te leren. Dus hij heeft zijn onderwijsfunctie pas vervuld wanneer ik zo'n consequente leerling ben geworden dat ik alleen nog maar van hem leer. Nou, dat is nog klussen af en toe voor mij. En ja, we zijn het aan het leren. We zijn het allemaal aan het leren. Hoe onderscheid ik die stem, die twee stemmen? Hoe weet ik weer wie ik ben? Hoe doen we dat? In de ontmoeting met de anderen. We zijn het allemaal aan het leren. En je doet ertoe. Door niet te geloven wat andere mensen zeggen. Door niet te geloven wat dokters zeggen. In die zin wel dankbaar zijn. Maar kijk of je voorbij de diagnose kunt gaan. Kijk of je kunt verder kijken dan wat de vorm jou voorspiegelt. En door niet te geloven wat je jezelf zegt. Jouw eigen verhalen, jouw eigen gedachten. Kijk of je daar allemaal aan voorbij kunt gaan. En als je dat doet, en ik kom zo bij je, Cyril. Als je dat doet, dan ben je stil en dan luister je naar de waarheid. Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen. Als je zijn onbeduidende gaven die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, niet aanneemt. Als je luistert met een open denkgeest die jou niet alvast verteld heeft wat verlossing is, dan zul je de machtige stem van de waarheid horen. Kalm in kracht, sterk in stilte en volkomen zeker in zijn boodschappen. Dus we leren dit zo door het stemmetje heel goed te leren kennen, het ego-stemmetje. We maken er geen vijand van. We luisteren goed wat andere mensen zeggen. We luisteren naar wat we onszelf vertellen. En we stellen daar vragen bij. Is het waar? Is het waar? Is het waar? Is het waar wat ik mezelf vertel? Hoe leef ik als ik het geloof dat ik een aansteller ben? Hoe leef ik als ik het geloof dat ik verlaten kan worden? Hoe leef ik dan? Hoe voelt het als ik die gedachte geloof? En wie zou ik zijn zonder die gedachte? Wie zou ik zijn zonder die gedachte? En dit is jouw erfgoed. Het valt je toe. En mijn idee zou zijn, maak er aanspraak op of niet. Je bent vrij. Maar je kunt het je weer toe-eigenen, want je hebt het gekregen. En je doet het in je eigen tijd en tempo uitpakken. Dit grote cadeau. En het cadeau, dat ben je zelf. Cyril, een vraag. Ik hou van vragen. Ja. Dank u wel. Ik wou een klein verhaaltje vertellen van iets wat mij vorige maandag overkomen is op Oudejaarsdag. Ik was uitgenodigd om oudjaar te vieren door een dame. En ik mailde haar in de ochtend dat ik langskwam en wat ik ging meebrengen. En ik kreeg een antwoord op dat mailtje. Oei, ik had me al verblijd op een avondje met mijn broer. Ik was nogthans uitgenodigd. En dan kwam het kleine kindje in mij boven. Allee, ik was geïrriteerd. En ik doe natuurlijk, ik ken Diederik Wolstak en zijn 6-stappenplan al vrij goed om te weten, mijn irritatie, dit, it's all about me. Ja. Nu, in mijn kwaadheid heb ik een mailtje teruggestuurd, oké, dan kom ik niet. Dus dat was dat kleine kindje, dat zich altijd niet gehoord en niet gezien voelde. Altijd? Maar, is dat waar? Nee, Allee, maar dat kwam in elk geval, dat kwam naar boven. Dat kwam naar boven. Maar wat ik daar ook nog aan wou toevoegen, en dat vond ik toch wel heel frappant. Dit was een dame die ik, waar ik heel veel waardering voor had. Hè? En door het feit dat ik dat mailtje kreeg, sloeg die houding naar die dame helemaal om. Wie denk jij wel dat je bent, dat je mij zomaar kunt vergeten? Ja? Dus er ontstond een nieuwe overtuiging rond die persoon. En welke? Voor mij deug je niet. Hè? Want je laat mij zomaar stikken. Ja? En dan heb ik eigenlijk vastgesteld, dus dat daar een nieuwe overtuiging ontstond. Maar hoe moeilijk het dan weer wordt om die overtuiging terug los te laten. Dat vond ik eigenlijk heel frappant. Hoe heb je het gedaan? We zijn daarover gaan praten ook. Hè? En we zijn er eigenlijk wel uitgekomen. Dus het is allemaal goed gekomen. En eigenlijk met dank aan het 6-stappenplan, dat ik toch zo al weet dat ik het niet bij de ander moet gaan leggen. Dat heeft mij ontzettend sterk geholpen.
zeg maar, die overtuiging waarvan dat je denkt, dit oordelen over die persoon, wat ik eigenlijk nooit deed, maar op dat moment wel, om dat dan weer los te laten, dat vond ik moeilijk. Was een klus, hoor ik. Dat was een klus, hoor ik. Ja, dat vond ik. En je zei tegen, je deugt niet, klopt dat? Ja, zo, wie zoiets. Denk je wel dat je bent? Wie denk je wel dat je bent? Dat je mij zo in de kou laat staan. Ja. Maar, en als je dat omdraait, wie denk ik? Dat ik ben. Als ik me zo in de kou laat staan? Ja, dan ben ik niks waard, zeker. En waardeloos. Ja. Ja. En deug jij? Ik vermoed van wel. Er zit nog een lichte aarzeling bij. Ik vermoed van wel, hè? Niet? Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Zie je, als je eenmaal een ego-overtuiging tot je laat, je krijgt de hele mikmak. Nee, je krijgt het gewoon. Het lijkt een nieuwe overtuiging, je krijgt gewoon het ego op visite. En dat mag. En je kunt weer opnieuw kijken, dit is het cadeau. Je kunt weer opnieuw kijken, wat denk ik over mezelf? Jij deugt niet, ik deug niet. Is dat waar? Wie zou ik zijn zonder die gedachte? Hoe behandel ik die vrouw? Als ik er niet denk, als ik er niet kan denken, jij deugt niet. Hoe behandel je haar dan? Ja, in liefde of... En is dit niet wat je wil, Cyril? Absoluut. Ja. Daarom is het doel zo belangrijk, om het doel voor ogen te houden. Wat wil ik? Herinner je door de dag gewoon heen, wat wil ik ten diepste? Wat wil ik werkelijk? Wat is mijn doel van mijn leven? Wat is het? Hoe wil ik omgaan met mezelf en hoe wil ik omgaan met mijn medemensen? Liefdevol is een optie. Met oordelen is een optie. That's it. En je krijgt altijd het gevolg van een van die twee. En als je oordeelt, als je dat ziet of zegt over de andere, is niks aan de hand. Je krijgt dan het kostbare middel van de cursus in wonderen. Je kunt weer vergeven. De 6 stappen, wat je al zei. Of een andere vergevingsmethodiek. Dus er is nooit iets aan de hand. Er is niks gebeurd. Er is gewoon niks aan het handje. Voldoende, Cyril? Absoluut. Dankjewel. Dankjewel. Ik zie je vinger. Over dat 6-stappenplan, daar heb ik ook wel van gehoord. Maar dat staat niet in de cursus, hè? Nee, je staat wel helemaal aan het einde van het tekstboek 31, staat kies opnieuw. Er staan een paar mooie paragrafen van kies opnieuw. Dat je altijd de keuze kunt maken. Je kiest altijd tussen, hoe wil ik mijn broeders zien? Ja. Lichaam of geest? En Diederik heeft daar een vergevingsmethodiek uit gedisseld. Ja. Maar zou je dat nog een keertje op willen schrijven? Ik heb die sheets niet bij me, maar er is een boekentafel daarachter, zie ik. Daar hebben ze de 6 stappen. Nee, maar goed, ik heb het ook nog heel erg gezet. Ja. Je kunt het terugzien als je het wil in de lezing van 3 december 2016. Ja. Daar staat die helemaal uitgeschreven. Jawel, maar omdat nu steeds zo aan gerefereerd wordt en misschien weet je het toch uit je hoofd. Ik kan ze wel uit mijn hoofd vertellen. Ja. Ja? Dus de eerste stap is... Kijk, hoe voelt het in jou? Hè? Ja. Dus als je iets anders voelt dan volmaakt geluk, dan zeg ik die eerste stap, er is conflict en dat conflict is goud waard. Het is geen vijand, het wil je iets tonen. De tweede stap is wat Cyril zegt, het gaat niet over de ander. Het haalt je weg uit de buitenwereld, het gaat alleen maar over mij. Stap 2, het gaat alleen maar over mij. Zo weet je dat het gevoel bij jou op dat moment aan de orde is. Het heeft niks met van buiten te maken. De les van gisteren, hè? De les van de dag, les 5 gaat er ook over. Ik voel nooit bezorgdheid om de reden die ik denk. Het komt nooit van buiten. Als je die stap kunt zetten, stap 2 is de allerbelangrijkste, dan volgen de andere 4 stappen vanzelf. De meeste mensen stoppen bij stap 2. Die zeggen nee, het komt door mijn man, het komt door mijn vrouw, het komt door de wereld, het komt door de politiek, het komt door Poetin, het komt eindeloze rij. Als je de stap 2 zet, nee, het komt echt door mij, want ik voel het, ga je naar stap 3. Voel het gevoel. Duw die kleine jongen niet weg, duw dat klein meisje niet weg. Laat die gevoelens toe. Gevoelens zijn kostbaar, maar alleen in die zin van, laat ze toe, zodat je het weer kunt voelen, volledig. Niet in de zin dat je daar continu naar handelt, maar dat je gaat ontdekken, wat brengt het me. Dus als je weer weet wat je voelt, en heel veel mensen hebben gewoon geen idee wat ze voelen, en bij Diederik hebben we een hele prachtige sheet met allerlei emoties uitgewerkt, zodat je weer kunt ontdekken van, hé, wat voel ik nou heel precies? Dan kun je het gevoel volgen. En dan laat je gewoon in een soort meditatie het gevoel met de ogen dicht, als je dat wil, je terugbrengen naar de allereerste keer dat jij voor de eerste keer dat gevoel bent gaan voelen. Dat ik voor de eerste keer angst of boosheid ben gaan voelen. En vaak is dat wat jij ook zei, in de kindtijd voor de allereerste keer. Bij mij was het toen ik een standje van mijn moeder kreeg.
mijn grote idool, mijn grote moeder, waar ik zielsveel van hou, die plots de eerste keer boos werd op mij. En ik dacht, ik moet iets verschrikkelijks verkeerds hebben gedaan. Anders wordt zij niet zo boos. Daar kwam de vergissing in het spel. Dus daar ben ik iets gaan denken wat God niet over mezelf denkt. Ik ben iets gaan denken over mezelf. Ik heb iets verschrikkelijks verkeerds gedaan. Ik doe het niet goed. Eindeloos herhaald in het verdere leven. Zodra angst opkwam, kwam die overtuiging weer aan de orde. Dus dat is de rechercheur in jou, stap 4. Stap 5 is de vergeving. Ik vergeef mezelf. Ik vergeef mezelf dat ik over mezelf dit ben gaan geloven. Ik vergeef mezelf dat ik over mezelf ben gaan geloven dat ik het niet goed doe. Dat ik iets verschrikkelijks verkeerds heb gedaan. En dan zegt hij, God zij dank is dat onmogelijk. Het is maar een verhaaltje. Het is maar een gedachte. Je kunt het geloven. Je kunt het denken, maar je kunt het nooit waarmaken. Je kunt het loslaten. Dient je niet meer. Laat het gaan. En stap 6 is de vergeving van je werkelijkheid, je ware identiteit. Dan vergeef ik mezelf dat ik toen voor de allereerste keer vergeten ben dat ik een kind van de liefde ben. Kindje van God. Dat het oké is met ja, hoe het is. En dat ik altijd geliefd ben. En dat was ik vergeten. En dan zeg je dan, God zij dank is dat de waarheid. Ik bevestig de waarheid over mezelf en over iedereen. Over mijn moeder, over mijn zus, mijn vader, wie dan ook. Dit is de waarheid. Heel en kort, het zijn de 6 stappen. Bedankt. Ja. Dus er zijn boekjes, je kunt ze uitgewerkt. Dan heb je beter beeld. Ja. Ja. Dankjewel voor je vraag. Ja, bedankt. Okay. Heel erg bedankt. Oké. Even kijken. Blijf vragen stellen, we gaan ook gewoon door met dit. Even kijken, hoe doe je dat nou praktisch? Zijn er vragen nog? Ik zie daar achter vragen. Daar zijn vragen, hier zijn vragen. Kies maar. Ja, waar gaat de microfoon naartoe? Ja. Waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben, is hoe dan de reactie zou kunnen zijn als je kijkt vanuit liefde. Bijvoorbeeld vanuit het verhaal van die meneer die uitgenodigd is en dan uiteindelijk niet mag komen. Ik denk, op het moment dat je wordt overvallen door je emoties, gebeurt er iets waardoor je reageert zoals je reageert. Ja. En hoe zou je op dat moment dat dan anders kunnen doen als je weet wat je weet, met behulp van de cursus? Ja. We hebben het al heel kort over gehad. Als je gecenterd blijft, zie je dat als de roep om liefde. Als je gecenterd blijft, kun je dat zien als een roep om liefde van die mevrouw naar die meneer toe. Dan kun je vanuit liefde reageren. Als je niet gecenterd bent, als je vergeten bent, als je in de emotie zit, dan handel je gewoon dat patroon. Ik ben benieuwd wat die meneer zou zeggen, nu als hij vanuit liefde... Nou, ik zou zeggen, vraag het. Ja. Cyril, wil jij een antwoord geven erop? Je bent nou toch hier. Ja. Ja. Wel, in eerste instantie was ik totaal geërgerd dus. Hè? En heb ik ook meteen in een mailtje gereageerd. Oké, dan komen ze, want ze... Dus ze zei wel, mijn broer komt en daar had ik me op verblijd. Maar ze wees me zelfs niet af, want ze zei, je bent nog welkom. Hè? Dat zei ze wel. Maar ik vanuit mijn verbouwereerdheid, oh nee, je ziet me niet. Hou jij je feestje maar met je broertje. Hm? Ja. dat is wat gebeurd. Dus vanuit mijn onmiddellijke reactie, dat was... De reactie van niet gezien worden, niet gehoord worden. En ik geef jou lik op stuk, je ziet me niet. Hè? Ja. Maar dan, als ik dat dan laat bezinken en dus dankzij de cursus en Diederik, dan kom je wel bij, het gaat hier over mij. Hè? En dan begint wel de les van vergeving, van jezelf graag te zien en het niet bij die ander te gaan leggen. Ja. Dat is wat mij dan overkomen is. Ja. Dus had ik dat nog een beetje, die boze mail, terug wat meer uitgesteld, dan was het zelfs helemaal geen probleem geweest. Voilà. Is het een antwoord? Ja, dus wat je dan nu eruit hebt gehaald, dat je zou een volgende keer dan anders reageren. Als ik hier zoiets... Want ik kan me heel goed voorstellen namelijk... Dat zou ik niet zeggen, want uiteindelijk... Hoor je het? Nee, ik heb niet gezegd. Ah. Zeg nog eens. Een andere keer zou je anders reageren, klopt dat? Wel, nee, maar ik had mijn emotie. Hè? Dat is en die heb ik gevolgd, heel impulsief. Ja.
En dat vind ik ook niet fout. Nee, helemaal niet. Nee. Voilà. Hè? Dus het is... Maar als ik het goed begrijp, is als je het idee hebt, ik word niet gezien, komt die emotie en ga je gewoon een patroon handelen. Dan ontkom je niet. Nou, dat is de, denk ik waar mijn vraag over gaat. Dat is de valkuil waar ik heel vaak in stap. En ik zou hem graag anders willen doen op dat moment. Ja, en kon je dat op dat moment anders doen? Cyril, kon jij het anders op dat moment? Ik ben blij dat ik het niet anders gedaan heb. Kon je het anders? Kon je het anders? Nee, want had ik het anders gedaan, dan had ik mezelf mijn eigen gevoelens ontkend, denk ik. Mag jij de emotie voelen? Tuurlijk. Ja. Mag jij gewoon boos worden? Mag je gewoon zo reageren zoals je reageerde? Ik vind van wel, ja. Als dat mag, waar is het probleem? Ja. Niet? Nee, helder. En het kan zijn dat je daarin in groeit en leert, dat je besluit voor jezelf een besluit neemt, nou, ik wil een volgende keer niet zo reageren. Dat zou kunnen. Ja. En het kan zijn dat je weer het oude patroon oefent. Ja. En het kan zijn dat je weer helderder wordt, maar ik wil het een volgende keer toch anders doen. Precies. En er kan een moment komen dat je dan toch misschien anders doet. En dan trap je weer in de valkuil. En kun je dan mild zijn naar beide kanten? Kun je mildheid betrachten als je erin stapt en als je het op een liefdevolle manier doet? Ja. Voldoende? Ja, dankjewel. Dankjewel voor je vraag. Ik zie een aantal vingers. Daar gaat hij. Zometeen, ja? Hoi. Hoi. Ik wil even teruggrijpen naar je tijdlijn. Ja. Voor mij zit het anders in elkaar. De tijdlijn verleden, nu en toekomst... Dat is niet hoe ik het ervaar. Voor mij is... ik worstel wel met het verleden. Ik worstel met de toekomst, omdat ik worstel met het verleden. Niet als uitzondering, maar als normaal mens. En ik merk dat... Het nu binnengaan is voor mij overgave. En het is, zeg maar, voelbaar in mijn buik als spanning dat niet altijd lukt. En dan weet ik dat ik iets nodig heb. En ik voel dat het enige wat mij werkelijk kan ondersteunen, wat ik werkelijk zo vertrouw dat ik in het nu kan komen, is de Heilige Geest. Voilà. Ja. En daarom wil ik niet graag op een tekening zien dat er een streep staat van verleden, nu en toekomst. Ja. Want voor mij maakt het nu, wat alleen maar vindbaar is voor mij als pure overgave, heeft niets te maken met verleden, niets te maken met toekomst, dan dat zich dat allemaal in mijn denken bevindt. Yes. Behalve dat er natuurlijk spanning is die ik ken als het verleden. Snap je? Ja, helder. Daarom vind ik dat altijd lastig als ik zo'n tijdlijn zie met het nu in het midden. Alsof nu daarbij hoort, die hoort er niet bij. Hmm. Mooie aanvulling. Het is alleen maar symboliek. Ja. Ik zou zeggen, skip het als die niet voor je past. Ja, maar het was voor mij fijn om er heel lang naar te kijken en te voelen, wat gaat er mis voor mij? Ja. En nu weet ik dus, ik heb gezegd hoe het voor mij... Helder. En vaak vlucht ik ook gewoon in de bekende mindfuck, waardoor ik niet eens verlang meer naar die overgave. Hmm. Maar steeds vaker wel. En als ik daar dan tijd voor neem. En, Mooi, het woord overgave is erbij gekomen, dus dat is prachtig. Als je het leven overgeeft aan de Heilige Geest, leef je gewoon in het nu moment. Nogmaals, het is pure symboliek op een sheet. Kijk of het bij je past of niet, zou mijn idee zijn. Ik merk het nu ook in contact met mensen, dat je met iemand kunt gaan in de overgave van het moment. En dan ervaar ik geen tweeheid meer, maar veel meer die, overgave. Ja. En is dat niet wat je wil? Ja, dat is... Ja. That's it. Easy. Dankjewel. Ik zag hier iemand iets willen zeggen.
Ik wou nog even een aanvulling op wat die mevrouw achter mij met die vraag van Cyril. Volgens mij, tenminste voor mij, is heel vaak de verwarring, ook met de cursus of zonder de cursus, dat liefdevol zijn hetzelfde is als liefdoen. Dus dat liefdevol zijn, als je een emotie hebt en je bent authentiek en echt en je uit die, dat dat ook liefdevol, dat dat liefdevol is naar jezelf, ook al is het zogenaamd een boze of wat voor emotie dan ook. Ja, lieverd. Liefdevol zijn wil niet alleen maar zeggen dat je lief en aardig bent. Nee, precies. Klopt dat? Nee, precies. Dat is mijn verwarring heel vaak. Dat ik denk, ik wil lief zijn, liefdevol zijn, maar dat is niet hetzelfde als lief doen. Yes. Vanuit liefde kun je heldere grenzen aangeven. Dan kun je ja en nee zeggen. Ja. En het kan heel liefdevol zijn om heel duidelijk nee te zeggen tegen gedoe, tegen gedrag dat niet past. Ja, precies. En dat heb jij in de gaten. Ja. Kostbaar. Dus helderheid. Ja. En dan kan dit is liefde. Ja. Dankjewel. Belangrijke aanvulling. Ja. Merci. Anderen nog? En anders gaan we gewoon verder. Patricia? Of is... Ik heb even nog een korte aanvulling ook op dat op steeds weer in die valkuil komen. Ja. Dat herken ik. En daar kan ik mezelf ook weer enorm voor afstraffen. Maar sinds ik de Six Steps ook veelvuldig doe, herinner ik me plotseling wat Diederik dan steeds zegt. Van die jungle, dat junglepad waar die dan doorheen loopt. En dan iedere keer dan denk je met je kapmes, nou, ik heb weer wat overtuigingen naar boven gehaald. Ik heb ze vergeven. Ja. En nou, dat is dan die symboliek van die machete, dat je steeds je weg weer vrij maakt. En dan is die weg vrij. Kijk ik achterom, nou, dan is die weer vol. Kijk ik voorom, is die ook weer vol gegroeid. En dan ga je gewoon weer door. En dat is het. Dat is het. En ik denk ook wel, ik heb die Six Steps wel 1000 keer gedaan. Ik kom met dezelfde dingen weer. Ik denk, dan is het dus blijkbaar nog steeds nodig. Nou, dat kan ik nu wel makkelijk zeggen. Op een moment zelf is dat natuurlijk best lastig. Ja. Maar dit soort symbolen, dat helpt wel. Ja. Want ik vertel het dus steeds vaker aan anderen. Dan vertel ik het dus ook weer aan mezelf. En dan denk ik, kijk, zo gaat dat. Dit is het. Niet opgeven, het is gewoon echt... Doorgaan. Gewoon doorgaan, Jezus, bereidwilligheid. Jezus zegt het ook, hè. Hoe vaak moet ik vergeven? 1000 keer, 1000 keer. Totdat het klaar is. En dan zul je zien, dan trap je weer in het oude patroon. Weer het oude gedoe. En dan vergeef je weer. En dan, waar is het voor? Waar doe je het voor? Ja. Toch steeds weer naar jezelf. Weer. Want wil jij altijd door de jungle lopen in een dichtgegroeid pad? Of wil je een vrijgebaande weg hebben? Ik wil het liefst een vrijgebaande weg. Ja. Maar ik weet ook wel dat het niet vanzelf gaat. En dan heb je die daar zijn al die conflicten voor. Die zijn dus allemaal goud waard. Allemaal goud waard. Twee opties. Of een leven vol oordelen of een leven vol vergeving. Dus in deze wereld, vergeving is de weerspiegeling van liefde hier op aarde. Hij zegt, liefde, onuitsprekelijke liefde, hier zegt hij, dat is vergeving. Vergeving is dus, vergeving heft alles op wat niet liefdevol is. Dus het oordeel, zodra het oordeel, ik beoordeel mezelf weer, ik heb het niet goed gedaan, daar kan ik eindeloos mee doorgaan. En je zult merken, dat is mijn ervaring, hoe vaker ik vergeef, hoe milder het wordt, hoe lichter die overtuiging wordt. En steeds verder gaat die overtuiging naar achter. En die plopt weer op. En dan komt hij weer langs, zodat hij gezien wil worden. Alle verhalen, alle overtuigingen willen alleen maar gezien worden, zodat ze echt doorzien worden. En als ik iets doorzie als niet waar, dan valt die vroeg of laat uit het systeem weg. Want alles wat niet waar is, verdwijnt. Kan niet anders. Alleen de waarheid blijft over. De cursus zegt het zo, dit is de eenvoud van verlossing. Alleen wat waar is, is waar. En alle onwaarheid zal vroeg of laat verdwijnen, want het is nooit waar geweest. Dus dit is de eenvoud van verlossing. Dus vergeving is het blije spel. Dit heeft God ons gegeven als antwoord op het spel wat ons pijn doet. Dus dit is het blije spel. En het zal je gelukkig maken. Als geluk is wat je wil, vergeef. Als je iets anders wil, vergeef niet. Je bent vrij. Dus het gaat nooit om goed of fout wat je doet. Het is aan jou de keuze. Je bent een vrije schepping. Dankjewel voor je vraag. Ik zag daarachter nog een vraag. Ja, microfoon komt eraan. Dankjewel. Ik heb een vraag over vrede en onvrede als gevoelens. Ja. Die je laten weten of je met het ego te maken hebt of met liefde of Heilige Geest. Ik denk dat als je met onvrede te maken hebt, dat je ervan uit kunt gaan dat
het ego aan het woord is en dat er werk te doen is. Als je met vrede te maken hebt, ben je naar mijn idee niet zeker van of je met de Heilige Geest te maken hebt of met het ego. Kun je daar wat over zeggen? Want er is heel veel vrede, zeg maar, die echt niet van de Heilige Geest komt. Hmm. Welke vrede bedoel je? Ja, er zijn heel veel prettige gevoelens, zeg maar. Hmm. Volmaakte innerlijke vrede, wat vind je daarvan? Ja, maar hoe beoordeel je dat, hè? Ja. Heb jij vrede met je leven? Ik heb redelijk. 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 Heb je vrede met alles, met je totale leven? Of zijn er aspecten waar je nog moeite mee hebt? Die zijn er zeker, ja. Ja. Nou, die aspecten, als je daar ook nog vrede mee kunt sluiten, dan heb je volmaakte vrede. Met je hele leven. Hoe het zich ook uit. Of je nou in het gedoe zit, of in de emoties, of in de ego-toestand, of in de liefdetoestand van de Heilige Geest. Als je onder beide omstandigheden vrede kunt voelen, dan heb je vrede. Ja, maar mijn punt is natuurlijk toch onvrede. Ja. Dan weet je zeker dat de werk aan de winkel is. Als je van werk houdt. Dat is bij vrede. Ja, ja, nee, maar ik neem dat heel serieus. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Ja, dat is ook een goede vraag. Maar vrede? Ja. Weet je? Is geen indicatie. Nee. Vrede is wat je bent, zegt de cursus. Volmaakte vrede is jou gegeven. Dit is kostbaar, want als we dat niet voelen, dan wijken we gewoon een andere pad in. We wijken af van onze natuurlijke staat van zijn. Heel in het begin zegt hij, gezondheid is innerlijke vrede. Het heeft niks te maken met een lichamelijke of geestelijke toestand, noem maar op in die zin van een ziekte, maar gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen. Dat is eigenlijk wat vergeving doet. Genezen is angst laten varen. Dus gezondheid is innerlijke vrede. Dus kunnen wij onze angsten, waar we bang voor zijn, kunnen we dat overgeven? Kunnen we zien wat zit daaronder? Welke overtuiging zit daaronder? Ik doe mezelf pijn. Ik doe mezelf continu pijn als ik niet waakzaam ben. Dan zegt hij ook nog in het begin, jouw waarde is bepaald door God. En wij zitten continu onze waarde te beoordelen door de dag heen. Doe ik het goed, doe ik het fout. Doe ik het goed, doe ik het fout. Dit heb ik goed gedaan, we klassificeren, oneindig, we vergelijken, continu. En waar gaat die vrede van ons vandaan? Waar gaat hij naartoe? Hij gaat her en der. Hij gaat her en der. Dan zegt hij, je bent een garantie, je bent geschapen naar Gods evenbeeld. Hij zegt, jouw waarde is bepaald door God. Is intrinsiek vastgesteld. Je kunt iets anders denken, je kunt iets anders geloven, maar je kunt het niet waarmaken. Als jij samenvalt met die waardering zoals God jou ziet, heb je vrede. Die had je al, alleen ervaar je hem dan. Dus als je geen vrede ervaart, kun je zeggen, er is werk aan de winkel, en in die zin heb je gelijk, dan kun je besluiten tot vergeven, of je gaat door weer met oordelen. Want dat is het enige gevolg. Als je onvrede ervaart, moet je iets gedacht hebben over jezelf of over de ander, zoals God niet over jou denkt, zoals liefde niet denkt. En om dat te zien, dat zou dan het werk kunnen zijn, wat je zegt. Heb je een praktisch voorbeeld? Voor onvrede? Ja, uit jouw eigen praktijk. Waar heb jij onvrede mee? Waar heb ik onvrede mee? Ja, ik heb onvrede met... ik vind dat ik nog te veel met de beurs bezig ben. Met aandelen. Hm. Nou, dat is een mooie vraag. Ja. En waar zit de onvrede in? Te veel mee bezig ben? Dat ik daar te veel aandacht aan besteed. Okay. Te veel tijd in. Ja. Oké. Okay. Wat is het doel dat je daar tijd en aandacht aan besteedt? Wat wil je bereiken? Wat is het doel? Veel geld. Stel je maakt een klapper op de beurs en je hebt veel geld. Wat heb je dan, wat je nu niet hebt? Ja, dan heb ik de oplossing voor een financieel probleem. Voor een financieel probleem. Waar ik heel blij mee ben. Ja, stel je hebt die oplossing voor het financiële probleem. Wat heb je dan, wat je nu niet hebt? Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik zou die vraag eens laten bezinken. Die vraag die geldt voor iedereen van ons. Stel,
Je hebt ten diepste alles wat je verlangt. Wat verlang je? Wat wil je? Waartoe dient dat geld? Waartoe dient die partner? Waartoe dient die man? Waartoe dient die auto? Noem maar op, waartoe dient dat? Waartoe dient het? Stel je hebt het, wat heb je dan? Wat je nu niet hebt. De cursus zegt, je hebt datgene, heb je al. Je hebt het al. Ga ontdekken wat je hebt. Ga ontdekken wat je schat is. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het zeker. Oké, dankjewel voor je vraag. Oké. Paul? Microfoon komt eraan. Je bent een geduldig mens, hoor ik. Soms wel geduldig, soms niet. Nee, soms niet. Ja, ik ben hier al lang mee bezig en ik heb goed in de gaten dat als ik onvredig ben of als ik iets niet leuk vind, dan is de werk aan de slag, als meneer zegt. Mm-hmm. Waar ik de moeite mee heb, is de andere kant daarvan, wat ik wel leuk vind. Wat ik denk goed te zijn, dat voor mij is nog meer gevaarlijk dan waar het niet goed is. Want die is duidelijk, maar die wil ik. Ja. Die wil ik houden. Kun je het houden? Die wil ik vasthouden. Ja, kun je het vasthouden? Ja, niet zo lang. voordat het iets anders wordt, ja. Merk ik wel. Maar waar ik moeite mee heb, ja. Is wat ik ontzettend leuk vind. Ja. Want dat is ook een oordeel. Ja. En veel meer voor mij gevaarlijk een oordeel dan wat ik niet leuk vind. Die is makkelijk. Ja, en wat vind jij ten diepste heel leuk, Paul? Oh. Wat vind je het allerleukste? Om hier met jou te kletsen vind ik ontzettend leuk. Ja, ja? Ik en dat ook. Kan heel makkelijk mij voeden, ja. Zeg maar. Ja. Ja? En dat, voor mij is dat gevaarlijk. Ja. En stel, want je zei ook dat wil ik vasthouden. Eigenlijk wil ik dat vasthouden. Ja, en je bent al heel lang met de cursus bezig. Wat zegt de cursus dan? Wat jij ontzettend leuk vindt. Wat doe je dan daarmee? Ja, ik bleef het aan het doen. Je blijft meestal, het doen? Ja. Meestal blijf ik het aan het doen. Ja. Eerlijk te zeggen. Ja. En het tegenovergestelde van vasthouden is? En als ik echt helder ben, ja. Dan blijf ik het aan het doen in vreugde. En dan weet ik, daar zit mijn werk eigenlijk niet. Hmm. Waar zit je werk want wel? Want het geeft mij de vreugde. Okay. En daarnaast, ja. Is er ook iets dat zegt, okay, als iets buiten mij vreugde geeft, dan is dat ook niet goed. Ja. Als iets buiten mij mijn vreugde geeft. Is dat waar? Kan dat werkelijk? Nee, kan dat niet. Nee. Werkelijk. In werkelijkheid niet. Ja. Maar zo zit ik wel in elkaar. Ja. Herkennen we deze? Dat is eigenlijk hetzelfde wat die meneer ook van de beurs zegt. Ja. Hè? Kennelijk lijken jullie op elkaar. Hè, Paul? Niet? In die zin. Ja, daar komt het van. Ja. Hij heeft mij dit gegeven. Ja. En jij mij de kans gegeven om dit even voor. En je zei er iets bij. Eigenlijk is dit veel gevaarlijker, zei je. Voor mij wel. Want? Wat is het gevaar? Jawel. I'm not going to give up an illusion that I like. Yes. Yeah. The ones I don't like, easy. Well, not easy, maar... Yeah. Yeah. Illusion? Maar duidelijk. Yes. Maar die dat ik leuk vind, yeah. Oh nee, yeah. Die wil ik houden. Illusions are illusions, isn't it? Ja, en het is dezelfde illusie. Ja. Ja? Dus het gaat... Dat heb ik hier. Ja, maar nu? Dat heb ik hier. Ja. Maar niet altijd hier. Nee, herkennen we dit ook? Okay. We zien het spel. Hè. We vinden de leuke illusies. Iemand zegt dat ook vaker bij mij in de groepen. Maar de goede gedachten, de leuke illusies. Ja. Moet ik daar ook afstand van doen? Ik zeg liever niets moet. Niets moet. Nee, dat mag ik houden, zolang je ik wil. Ja. Hij zegt en dat doe ik toch? Ja, je doet het ook. Hè. Hij zegt het in de cursus ook. Hè. De reden dat we hier zijn is niet dat we geen onware gedachten hebben. Dat we geen onware overtuigingen hebben. Dat we geen illusies hebben. Maar ben je bereid... ze los te laten. Ben je bereid? En kennelijk soms niet, Paul. En kennelijk soms niet. En, ja, dan mag dat. En waar ik daar naartoe ga, is ik heb dan de keus. Of ik kan daar met mezelf vechten, yes. Of daar kan ik leren te dansen. Yes, dat zeg je. En dansen maakt mij blijer dan vechten. Voilà. En daar voilà. Easy. Piece of cake, isn't it? Ja, uiteindelijk is het wel eenvoudig, maar voor mij is het nooit makkelijk geweest. Daar zeg je de cursus in de noten op. Huh?
Dankjewel, Paul. I'm done. Dankjewel. Oké, ik weet niet hoe laat het is. Mieke houdt de tijd een beetje in de gaten. Ja, ik zou graag een oefening willen doen. Om de ervaring met jullie te doen. En misschien kan die vraag nog daarna komen. Of persoonlijk. Maar die oefening vergt een beetje tijd. En we willen ook naar die receptie toe. Dus het gaat om kijken. We zijn er aan het begin mee gekomen. Mieke zei dat ook. Hoe kun je liefdevol naar elkaar kijken? En dat wil niet zeggen dat je alleen maar lief en aardig bent. Dus het is een cursus in waarnemen. Hoe kun je kijken naar elkaar? De oefening is heel simpel. Kijk of je een buurman of buurvrouw hebt. En ik nodig je uit om te gaan staan. Zodat je een koppeltje kunt vormen met de zogenaamde ander. En als je niemand hebt, kijk of je iemand in de buurt ook iemand kunt vinden. Zodat iedereen een partner heeft. Iedereen een duootje gevonden, ja? Dan is de uitnodiging is om gewoon tegenover elkaar te staan. En gewoon in stilte naar elkaar te kijken. En neem ook een beetje afstand, zodat je goed naar elkaar kunt kijken. Zodat je eigenlijk het totale plaatje kunt zien. En ik nodig je uit nu om met zachte ogen te kijken. Ik nodig je uit om met zachte ogen te kijken naar de zogenaamde ander die voor je staat. En ik nodig je uit om te beginnen helemaal beneden naar de voeten. Kijken naar hoe staat de ander, hoe staat de ander. En heel zacht te scannen, heel zacht met zachte ogen van beneden langzaamaan naar boven te gaan. En dat je elkaar helemaal opneemt met zachte ogen. En uiteindelijk kijk je met zachtheid elkaar in de ogen. En dan heb je elkaar totaal waargenomen met zachtheid. En dan nodig ik je uit om van plaats te veranderen. Je gaat in de schoenen van de ander staan, precies zoals die ander staat. Je wisselt van plek en je gaat in de schoenen van de ander staan. Precies zoals de ander staat. En dan nodig ik je uit om dit in stilte te doen en je ogen te sluiten. En als je staat op de plek van de ander, sluit daarbij je ogen als het goed voor je voelt. En dan ben je op dat moment die ander. En registreer hoe het is om in zijn of haar schoenen te staan. Registreer gewoon hoe het is om in zijn of haar schoenen te staan. En neem daarbij een moment van stilte in acht. Jij bent nu die ander. En neem alles waar zoals het zich aandient. In de schoenen van de ander. En kijk ook wat je voelt. Hoe voelt het om in die schoenen te staan van de ander? En kijk ook of je alles met zachtheid kunt betrachten. En als je alles hebt gezien, als je alles hebt geregistreerd, als je alles hebt gevoeld, doe op je eigen tijd en tempo je ogen weer open en kijk elkaar weer rustig aan. En neem daar gerust je tijd voor. En als de ogen weer open zijn en je ziet elkaar weer, dan nodig ik je weer uit om weer in je eigen schoenen te gaan staan en om weer van plek te wisselen. Stap weer in je eigen schoenen. En kijk hoe het voelt om weer in jouw eigen schoenen te staan. Is het niet fijn om in je eigen schoenen te staan? In je eigen leven. Kijk hoe het voelt om weer in je eigen schoenen te staan. En kijk ook met zachtheid naar jezelf. Naar wat jij voelt, naar wat jij denkt, wat jij ervaart. Kijk ook of je met zachtheid naar jezelf kunt kijken. En dan nodig ik je uit om met die zachtheid, met die mildheid, elkaar heel kort
elkaar te vertellen, wat heb je ervaren? Ga dan een paar minuten met elkaar over uitwisselen en dan komen we weer terug hier in de kring. Wissel gerust iets uit. Wat heb je ervaren? Is het gelukt? Met zachtheid kijken. En als het niet is gelukt, kun je daar ook weer met zachtheid naar kijken. In de schoenen van de ander. De zogenaamde ander. Kijk, in Amerika, de Indianen die zeggen, als je iemand echt werkelijk wilt leren kennen, moet je 10.000 mijlen in de moccasins van je broeders lopen. Dan heb je een enig idee wat de ander draagt in zijn of haar leven. We hebben gewoon geen idee. En het is fantastisch om deze oefening te doen, is het niet? Om in de schoenen van de ander te gaan staan. En is het niet ook fantastisch om weer terug te staan in je eigen schoenen? Ja? Heerlijk toch, je eigen schoenen. Hè? Zou je altijd in de schoenen van de ander willen lopen? In de schoenen van de ander willen staan? Het is fantastisch om weer in je eigen schoenen te staan. Heel kort, en dan gaan we afronden. Als je iets wil zeggen over deze oefening, kun je het zeggen in één woord. Wat heb je ervaren? Verrassend? Dankjewel. Herkenning? Dankjewel. Waardevol? Mildheid? Wie zei nog iets? Waardevol. Ongemak? Ja, absoluut, dat hoort er ook af en toe bij. Ja. Nog meer? Echte, ware inleving hoor ik hier. Ja, echte inleving. Blij met je eigen leven. Eenheid. Nog eentje. Eenheid. Dat de ander mag zijn zoals hij is, draai maar om naar jezelf. Dankjewel. Iets te confronterend, absoluut. Zou zomaar kunnen, zeker. Ad, nieuwe mogelijkheden. Hou je daar niet van, Ad? Hou je daar niet van? Ja, zie je. Dacht het al, hè. Nog meer? Solide, dank je. Niet veel verschil, ook dat. Ja, prachtig. Ik ben een beetje dikker. In het denken of qua fysiek? Oké, ja. Zou zomaar kunnen. Verwevenheid, prachtig. Ben? De rust bij het voelen, ik weet het eigenlijk niet. Prachtig, Ben. Ja. Nog meer? Alles gezegd? Kwetsbaarheid, dankjewel. Heel veel liefde, heel erg liefdevol. Is dat niet wat je wil, Louis? Liefdevol? Ja, het is je gegeven. Dankjewel. Alles gezegd naar deze oefening, die kun je altijd doen. Als je een partner hebt of je kinderen, ga af en toe erin stappen en kijk hoe het voelt en stap er weer uit. Dan weet je ook hoe het is. En dan kun je met mildheid en zachte ogen kijken naar elkaar. Als dat is wat je wil. We gaan richting afronding, richting borrel. Ik wil je heel even wijzen, als dit naar meer smaakt, als je dit leuk vindt, als je werkelijk volmaakt gelukkig wil zijn, als je dat wil doen, ga bij een groep. Je mag het alleen doen, maar ga bij een groep. Er zijn vele groepen in Nederland, wellicht het epicentrum in heel Europa, heel veel groepen. Als je het leuk vindt, ook bij mij in Zuid-Nederland, groepen, organiseer ook met een collega, Nicky, die kon helaas vandaag niet erbij zijn. Die laat je wel hartelijk groeten. Organiseer een reis naar je hart. Meerdaagse reizen in kloosters en spirituele omgevingen, waarin we heel veel met dit gedachtegoed bezig zijn, zodat je samen op weg kunt zijn naar wat je ten diepste wil, zodat je het kunt leren geven. Als het je interesseert, er ligt een boekentafel met folders en flyers. Iets anders nog. Ik wil ook een vraag van iemand hier uit Amersfoort. Maggie, waar is Maggie? Maggie, wil je die vraag even zelf stellen? Dat is misschien wel handig. Is dat microfoon bij de hand? Want je hebt me dat eerder gevraagd en toevallig kreeg ik deze week een vraag uit Amstelveen ook van iemand anders met dezelfde vraag. Ja. Ik heb op de website van, ik ben zijn naam even vergeten, staat voor me. Van Peter. Van Peter. Zag ik dus dat er ook avonden werden georganiseerd, maar dat is in Zuid-Limburg. Dat vond ik voor mezelf in de wintermaanden te ver.
En toen had ik Peter gevraagd, zou je dan deze kant op willen komen? En toen had hij voorstel gedaan om een dag workshop te doen van de 6 stappen. En dat we dan ook weer een vervolgdag, een follow-up dag gaan doen. En dat gaan we in Amersfoort organiseren. Dus yes. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de 6 stappen. Ik heb een lijst bij me waar je dan zeg maar, bij de tafel van Peter kan intekenen. En dan kunnen we na de hand informatie doorgeven. Yes, dat is de vraag van Maggie. Ja, dus, en dat gaan we realiseren. Voilà, dus als je iets wil, meld je bij haar. Je kunt je daarvoor inschrijven. Het is een training Kies Opnieuw, die organiseer ik thuis. Dat zijn 6 bijeenkomsten, die gaan we dus nu in 2 dagen doen. Wat centraler in het land. Training Kies Opnieuw, zodat je de stappen kunt leren. That's it. Even kijken, het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar, 2019. Laat ons naar buiten treden, want je doet ertoe. Iedereen doet ertoe. En de herboren wereld ontmoeten in de wetenschap dat Christus daarin is wedergeboren. En dat de heiligheid van deze wedergeboorte voor eeuwig duren zal. Wij waren de weg kwijt, maar hij heeft die voor ons gevonden. Laten we hem gaan verwelkomen die naar ons terugkeert, om de verlossing en het eind te vieren van alles wat we dachten te hebben gemaakt. De morgenster van deze nieuwe dag aanschouwt een andere wereld, waar God verwelkomd wordt en zijn zoon samen met hem. Wij die hem compleet maken, zeggen hem dank, zoals hij ons dank zegt. De zoon is stil, en in de rust die God hem heeft gegeven, betreedt hij zijn huis en is eindelijk in vrede. En we zijn begonnen met een gebedje en ik zou willen eindigen met een gebedje. En het hele boek zit vol gebeden. Krachtige gebeden. En als je wilt, als het goed voor je voelt, sluit dan weer bij je ogen. En dan spreek ik gewoon het laatste gebedje uit voor deze bijeenkomst. Wees nu gezegend in alles wat je doet. God wendt zich tot jou om hulp, om de wereld te verlossen. Leraar van God, zijn dank schenkt hij jou en heel de wereld zwijgt in de genade die jij meebrengt van hem. Jij bent de zoon die hij lief heeft en het is jou gegeven het middel te zijn waardoor zijn stem over heel de wereld wordt gehoord, om alle dingen destijds te sluiten, om de aanblik van al het zichtbare te beëindigen en om al het veranderlijke ongedaan te maken. Door jou heen wordt een wereld ingeluid die ongezien is, ongehoord, maar waarlijk is. Heilig ben jij, en in jouw licht weerspiegelt de wereld jouw heiligheid, want jij bent niet alleen en zonder vrienden. Ik zeg dank voor jou en schaam me bij jouw inspanningen ten gunste van God, wetend dat die ook ter mijner gunsten zijn, en voor allen die met mij op weg zijn naar God. Amen. Welkom thuis. Heb een goede receptie, heb een goede afloop. Dankjewel.